Dames en heren, goedemiddag en fijn dat u kijkt naar deze online kennissessie waarin we het gaan hebben over de Taskforce Energie Infrastructuur in Noord-Holland. Het is een hele mond vol. Ik zal worden geflankeerd door mijn sidekick eigenlijk, Melissa van Gerwen. Je werkt bij de provincie Noord-Holland. Ja. De kijkers worden van harte uitgenodigd om vragen te stellen en die komen dan bij jou binnen. En ik heb je gevraagd om vooral actief deel te nemen en de vragen gewoon in te breken. Dus onderbreek mij vooral als het nodig is. Helemaal goed. Fijn. Voordat ik de gasten aan tafel aan u ga voorstellen, gaan we eerst naar de Mentimeter. Want we willen heel graag weten wie er eigenlijk zitten te kijken. En daarvoor kunt u gaan naar menti.com. En dan voert u de code in 698-93998. En dan krijgt u twee vragen. Namelijk, vanuit welke organisatie ben je vandaag aanwezig? En de tweede vraag is, waarom is de opgave van energie-infra urgent? Nou, dat die urgent is, dat is wel duidelijk. Maar misschien zijn er een aantal verschillende redenen voor. Daar kunt u dat invullen. De uitslag zien we zo meteen in beeld verschijnen. Ik ga in ieder geval vast de gasten aan tafel voorstellen. Rechts van mij, links van de kijker, zit Ruben van Loon namens Liander. Hartelijk welkom, Ruben. Hallo. Naast jou zit Wie Steesink namens de provincie Noord-Holland. Inmiddels een vaste gast aan deze stamtafel, zou ik bijna willen zeggen. Ik moet er wel bij zeggen, we zitten vandaag niet in Pakhuizen Zwijgen in Amsterdam Zuidoost, maar in het centrum van Amsterdam. En tegenover Wies zit Lianne Brugman, ook namens de provincie Noord-Holland. We gaan deze kennissessie opdelen in vijf verschillende blokken. Een paar voor de pauze en een paar na de pauze. En in het eerste blok komt eigenlijk de meest belangrijke vraag, althans voor dit moment te sprake. Wat doet eigenlijk die taskforce? En daarvoor, Wies, zou ik jou graag het woord willen geven. Want wat doet de taskforce? Ja, nou, die vraag krijgen we vaak. En we krijgen ook vaak de vraag, vooral van gemeenten, wat kunnen wij als gemeente nou doen aan die opgave van de energie-infrastructuur? We zien dat het urgent is, dat het nodig is, maar wat is van ons nodig? Dus dat willen we eigenlijk vandaag vooral toelichten. Wat doet de taskforce? Welke ontwikkelingen zijn er? Wat vraagt dat van gemeenten? Dus wat je aangaf, we hebben het opgedeeld in vijf blokken. We gaan in op wat de taskforce doet, hoe we samenwerken rondom alle opgaven. We hebben drie werksporen onder de taskforce, daar gaan we dieper op in. En we hebben ook een heel mooi ontwerpend onderzoek over de ruimtelijke inpassing van transformatorstations. Ook een hele mond vol. En daar wordt ook een toelichting over gegeven. En wij hopen dat met al die informatie dat we toch even het wat concreter voor gemeenten kunnen maken. Van wat is deze opgave? Wat vraagt het van mij? Want voor wie is het bedoeld, deze sessie? Voor de collega's van de gemeente, maar ook voor stakeholders hebben we ook uitgenodigd. We noemen dat de stakeholders van de RES overleggen. Dus energiecoöperaties, bedrijfsleven, LTO, woningcoöperaties. Nou, alle belangenorganisaties die ook iets nodig hebben van het energiesysteem hebben we ook uitgenodigd. Ja. En als die mensen die zitten te kijken vragen hebben, dan kunnen ze die stellen. En dan komen die bij Melissa terecht. En dan poneert Melissa die op tafel. Ja. Ik vergeet trouwens een doelgroep, ik zie het nu op het scherm. Provinciecollega's hebben uiteraard ook uitgenodigd. Vanzelfsprekend. Heel veel collega's die aan verschillende opgaven werken, die ook wat met deze opgave van energie-infrastructuur te maken hebben. Ja. Je hebt een klikker voor je liggen. Ja. Met een rood en een groen knopje. Ja. Rood is vooruit, heb ik me laten vertellen. Ja. Als het helemaal misgaat, moet je gewoon een paar keer rood doen en dan ga je terug naar het begin. Dan is het error. Ja. Ik ga wat vertellen over de taskforce in het algemeen. Wat zijn de werksporen? Dat is ook belangrijke informatie, want volgende week is er een brede RES-stuurgroep waar alle gemeenten bij aanwezig zijn en de stakeholders die ik net noemde. En we hebben bedacht, nou, dan is zo'n informatie voor een moment als deze ook fijn voor de ambtenaren om hun bestuurder goed te kunnen voorbereiden. Dus dat wilde ik ook nog eventjes toelichten van wat doen we met deze informatie. Even naar de aanleiding van de taskforce. Dit zijn kaartjes die iedereen kent. Dat zijn kaartjes die vaak gebruikt worden, Ruben, van Liander. Die worden elke twee weken geüpdate. Hoe staat het ervoor met de transportcapaciteit van het elektriciteitsnet? Aan de linkerkant zie je, rood is dat er geen ruimte meer is voor het afnemen van elektriciteit. Dus het verbruiken, dus je koelkast of je machine aanzet. En je ziet dat in anderhalf jaar tijd best wel veranderd is, dat beeld. Het gaat hard en de netwerkbeheerders die werken ook hard aan de netuitbreidingen, maar het tempo van de energievraag gaat sneller.
En aan de rechterkant zie je wat het nu is qua terugleveren. Dus zon- en windenergie, vooral in de rode gebieden, is daar geen plek om dat nu aan te sluiten. Hier even een plaatje van hoe dat elektriciteitsnet in Noord-Holland er nou uitziet. Want toen ik begon met deze baan wist ik dat ook niet. Dus ik vind het een heel fijn plaatje. Je ziet daar verschillende spanningsniveaus. Het hoogspanningsniveau van TenneT, 380 kV, 150 kV. En kV? Kilovolt. Kilovolt? Ja. Ik las gisteren in de krant dat als je 380 kV door je lichaam krijgt, dat er dan een hoopje zwart stof over blijft. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, dat is echt, dat zijn die draden door het landschap, zeg maar. Ja. Die ja. grote dingen. Vanaf blijven mensen. Ja, precies. Ja. Liander is natuurlijk ook de netwerkbeheerder, meer voor het regionale elektriciteitsnet. Dus dat zijn de oranje lijnen. We werken ook nog aan de aanleg van een waterstof backbone. Dus dat is een buis door heel Noord-Holland waar je aansluiting op kan maken. En je ziet dat op al die spanningsniveaus is uitbreiding nodig. In de investeringsplannen van TenneT en Liander zijn ongeveer 100 projecten opgenomen in heel Noord-Holland. Dat gaat om nieuwe projecten, transformatiestations, nieuwe tracés, maar ook uitbreiding of verzwaring. En je kan je voorstellen dat dat ruimte vraagt. Want als ik aan een transformatorstation denk, dan denk ik nu aan dat plaatje rechtsboven. Dat is zo'n groot veld met sprieten en masten en wat gebouwen erop, heel industrieel. Maar vroeger dacht ik altijd, oh, dat zijn die kleine huisjes in mijn wijk. Maar het, ja. Ja, dus het vraagt op elk schaalniveau een andere voorziening. En het vraagt echt ruimte. Dus het is een puzzel in het landschap wat al helemaal bestemd is. De Taskforce Energie Infrastructuur is 1,5 jaar geleden gestart. Omdat provincie TenneT en Liander zagen dat ze een andere samenwerking of meer betere samenwerking nodig is om deze opgave op te pakken. En er zijn eigenlijk 3 werksporen ontwikkeld in de loop van de tijd. De eerste sluit heel erg aan bij wat ik net zei. Dus hoe kunnen we nou die netuitbreidingen, die 100 geplande projecten, sneller realiseren om het tempo van die vraag naar transportruimte op het net te kunnen bijbenen. Dus dat is werkspoor 1. We gaan straks, zal Ruben en Lianne wat meer daarover vertellen, hoe we dat gaan organiseren. Het tweede werkspoor van de Taskforce is het integraal programmeren van het energiesysteem van de toekomst. Ook heel ingewikkeld, maar wat je eigenlijk wil is dat je over 20 jaar niet meer in de situatie zit als waar je nu in zit. Je wil eigenlijk veel meer kunnen voorspellen, wat wordt de vraagontwikkeling, waar vindt die plaats? Is het dan elektriciteit of is het waterstof? Moet er conversie of moeten we waterstof gaan omzetten in elektriciteit of in warmte? Nou, dat hele energiesysteem dat gaat veranderen. En hoe dat eruit gaat zien, dat is, ja, daar moeten we met elkaar aan werken. En dan gaan we kijken naar alle ruimtelijke plannen die er zijn en alle energievragen die erbij horen. En zodoende kunnen we een soort energiesysteem van de toekomst gaan vormgeven, zodat de netbeheerders daar weer aan kunnen gaan werken in hun investeringsplannen. Nou, dat vraagt ook heleboel keuzes. En daar gaat mijn collega Camilla straks na de pauze wat over vertellen. Ja. En het derde werkspoor is slimme energieoplossingen. Ga ik wat over vertellen straks. En dan gaat veel meer over hoe kunnen we nou het net efficiënter gebruiken. Ook al is er nu even geen capaciteit, kunnen we toch nog op een slimme manier bedrijven, zonneparken aansluiten. En dat vraagt soms om een technische oplossing, soms om een financiële. Dus dat zijn de 3 werksporen van de Taskforce. En hoe ga je dan die samenwerking organiseren? Want TenneT, Liander en provincie zitten in die Taskforce. Maar we hebben ook partners, zoals gemeenten en andere stakeholders, waterschappen. En het is heel ingewikkeld. Hoe organiseer je dat nou? Want die opgave raakt alle portefeuillehouders. Bijvoorbeeld bij een gemeente heb je een wethouder economische ontwikkeling. Je hebt een wethouder wonen. Je hebt een wethouder energietransitie. En voor al die wethouders is dit een belangrijke opgave. De wethouder ruimtelijke ordening moet ervoor zorgen dat al die voorzieningen ingepast worden. Dus nou, de vraag is, hoe ga je dan die samenwerking organiseren als je weet dat er 44 gemeenten zijn in Noord-Holland? Nou, zeg dat er 4 portefeuilles per gemeente betrokken moeten worden. Dat zijn 180 bestuurders. Ja. Nou, we hebben ook nog deelregio's, we hebben waterschappen en andere stakeholders. Dus we hebben heel erg gepuzzeld van hoe krijgen we nou meer aansluiting op die regio bij die taskforce. En dat is dit geworden. Het voorstel is dat wij, of eigenlijk we gaan het zo doen, is dat we aansluiten bij de reststructuur. Dat is al een bestaande samenwerking en een overleg wat 4 keer per jaar plaatsvindt, zowel Noord-Holland Noord als Zuid. We maken gebruik van het moment in de agenda's. Maar we hebben wel een eigen agenda. Dus het gaat over energieinfrastructuur. En de rest gaat natuurlijk over opwek van zon en wind.
En er kunnen ook andere portefeuillehouders aansluiten. Bijvoorbeeld portefeuillehouder wonen of RO, voor wie dat belangrijk is. RO, ruimtelijke? Ja, ruimtelijke ordening. Okay. Sorry. Ja, ik zit minder in die materie dan jullie. Hè? Dus af en toe dan, hoop ik dat je het mij wil verduidelijken. Dank je wel. Ruimtelijke ordening. Ja. Het idee is dat we 2 keer per jaar dus naar die overleggen gaan. Dat energie-infrastructuur dan op de agenda staat. Dat ook dus andere wethouders en andere bestuurders kunnen aansluiten. Aanvullend daarop hebben we dus in die 3 werksporen wat ik net noemde, de ambtelijke samenwerking. Dus er is een soort proces voor werkspoor 1 en daar zijn gemeenten en andere partijen bij betrokken. Dus daar wordt het werk gedaan. Maar als je echt bestuurlijke afstemming nodig hebt in de regio, dan kunnen we dat doen op die brede overleggen. Ja. En eigenlijk ook een oproep, vooral aan gemeenten, om dit te organiseren, om ook hierbij aan te kunnen sluiten. Is het handig als er een coördinerend portefeuillehouder energie-infrastructuur is. De oproep doen we ook in de stuurgroepen. Maar ook een coördinerend ambtenaar per gemeente, misschien wel per deelregio. Hoeft niet per se te zijn dat je er dan van bent. Maar wel dat je weet wie er mee bezig is en dat je het overzicht hebt. Mm-hmm. Zodat je vragen en opdrachten goed kan onderbrengen. Ja. Ja, heel verhaal. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is hoe we de samenwerking verder gaan uitbreiden rondom de taskforce. Ik kijk heel even naar Melissa. Zijn er al vragen? Of is het een heel helder verhaal wat Wiestel Duder vertelt? Sowieso is het een heel helder verhaal. Maar ik kan me voorstellen dat ook mensen denken, ik heb eigenlijk wel een vraag. Ja, er is 1 vraag gesteld. En dat is de vraag, wat we ook eerder zagen, wat zijn eigenlijk de consequenties van het onderwerp op woningbouw? En volgens mij is dat voornamelijk voor Ruben interessant om te beantwoorden. Het gaat dan met name over Noord-Holland Noord en de ambities om 40.000 extra woningen te bouwen tot 2030. Ja. Ja, zullen we die straks beantwoorden? Is dat goed als we hem nog heel vasthouden? Ja, dan kan eerst. Dan houden we hem even vast. Hou hem even vast, Melissa. 40.000 woningen in Noord-Holland Noord. Ja, dat is een opgave, Ruben. Hoef jij gelukkig niet die eentje te doen. Dat scheelt. Jij werkt bij Liander. Klopt. Je hebt ook iets voorbereid, toch? Ja, ja. Ik heb ook mag de klikker overnemen. Yes. Ja, dus mijn voorbereiding zit in dat ik het eerste spoor waar Wies net het over had, dus van de 3 sporen, het eerste spoor, het versnellen eigenlijk van de energie-infrastructuur, het bouwen daarvan, zit in spoor 1. Daar zal ik wat over toelichten. Even kijken of dat dan werkt. En daar hebben we een plan van aanpak voor geschreven de afgelopen weken, maanden. Vorig jaar zijn we begonnen in december met een grote bestuurlijke bijeenkomst om eigenlijk dit onderwerp te introduceren met de taskforce. In februari zijn we weer bij elkaar gekomen om de tussenstand te vertellen en aan te kondigen dat we hiermee bezig zijn om vanaf nu eigenlijk, vanaf de zomer, van kant te gaan op een andere manier dan we deden. Daar hebben we dit plan van aanpak voor opgesteld. En op hoofdlijnen ziet dat eruit dat wij ongeveer 5 resultaten beogen. Mm-hmm. Die hebben we samengevat in deze 5 items. 1 daarvan is dat we werkafspraken willen maken samen met de provincie, gemeente en de andere stakeholders zoals Wies die benoemde. Om niet per project werkafspraken te maken, maar meer over de hele provincie op generiek niveau werkafspraken te kunnen maken. Zodat we dat het vanaf kiet af aan sneller duidelijk is van waar moeten we aan werken, wie heeft wat te doen en welke onderwerpen komen daar aan bod. Dat hebben we gegoten in een, dat noemen wij dan in het plan van aanpak, een raamwerk met processtappen waar dat dan in past. Hè. Dus je komt altijd ongeveer hetzelfde tegen. En om niet op elke locatie, want Wies noemde het al, we hebben bijna 100 locaties waar iets moet gebeuren. Om niet op al die 100 locaties het wiel opnieuw uit te hoeven te vinden, hebben we dat gegoten in een raamwerk met de volgende procesafspraken en waar die werkafspraken dus een plekje in kunnen vinden. Ook in dat raamwerk bieden we 7 generieke thema's aan. Wederom die altijd wel alweer ongeveer aan bod komen op hoofdlijnen. Dus denk eraan aan ruimtelijke inpassing of van in een binnenstedelijk gebied of in een landelijk gebied. Waar moet je allemaal aan denken? En eigenlijk welke vinkjes moeten er allemaal gehaald worden of gezet worden bij al die verschillende loketten, bij al die verschillende portefeuilles, zodat er ook uitbreiding gerealiseerd kan worden. Gebruik even het terugknopje. Ja, dat is die rode. Heel goed. Ik ging even oefenen. Daarnaast hebben we een aanzet gedaan tot een prioriteringskader, wat we noemen. Ja, dus we kunnen ook niet alles tegelijkertijd maken. Dus we hebben een soort onderverdeling gemaakt van deze projecten moeten sowieso gebeuren. Deze uitbreidingen zijn noodzakelijk, daar kom ik zo direct op. En daarnaast gaan we
zijn er nog heel veel projecten waar een keuze in valt te maken. Nou, daar hebben we een voorzet gedaan voor prioriteringskader voor de zogenaamde lokale projecten. Daar ga ik straks kort op in. Mm-hmm. Daar sluiten we aan ook wederom met de hele provincie en de gemeentes in de provincie Noord-Holland, maar ook op het landelijke kader wat hier wordt voor opgesteld, waar de minister Jette de afgelopen weken een aanzet toe heeft gedaan, dat ook het Rijk daarmee bezig is. Hè? Dus die proberen we bij elkaar te brengen op het niveau van de provincie Noord-Holland. En zoals Wies aangaf, we hebben daar een governance structuur bij bedacht. Van hoe kunnen we nou zorgen dat we dit voor de hele provincie samen met de gemeente, stakeholders, Tennet en Liander bij elkaar weten te krijgen. En enigszins de rode draad weten vast te houden en de lijn voor de komende jaren weten te pakken. Ja. Hoe ziet dat er nou uit? Ik voeg even een plaatje toe wat die 100 projecten nou behelst. Nou, dat is een hele volle plaat van heel Noord-Holland. We hebben het een klein beetje proberen te behapbaar te maken door het in de subresregio's in te delen. Nou, dan kan iedereen zich een beetje geografisch vinden. Nou, dit zijn die vele locaties waar Tennet en Liander op het niveau van de grotere transformatiestations werk aan de winkel heeft. Dus dan moeten we of uitbreiden, of nieuwbouw stichten, of verplaatsen. Dat zijn ongeveer de drie hoofdsmaken. Nou, dat zijn er nogal wat, hè. Dus overal wel wat. Hè. We hebben hier zelfs Amsterdam uitgehaald. Amsterdam op zich is zelf bijna net zoveel. Dus goed dat die er even uit is, want anders was het nog een grotere plaat. En waar de aanpak die ik schets, waar beginnen we nou mee? En dat zag je op die plaat net. Die zal ik zo verduidelijken in meer detail op de locaties waar het zich plaatsvindt. We hebben daar zogenaamde randvoorwaardelijke projecten, noemen we dat. Hè. Dus het fundament wat we moeten leggen om eigenlijk door te gaan voor die bedrijven, woningen, de gebruikers van het net. Daar moeten we een basis voor leggen. En die hebben we liggen, maar die moeten we versterken. Dus het fundament moet worden uitgebreid. Soms moet het fundament worden verplaatst. Hè. Het staat op een plek, maar er moet een nieuwe plek voor komen. Dat noemen we randvoorwaardelijke projecten. En we hebben zogenaamde lokale projecten. Ik zal het op deze plaat een beetje toelichten. Eigenlijk alles aan de linkerkant van de stippenlijn die de mensen thuis hier zien. En op de stippenlijn, dat hebben we bestempeld als randvoorwaardelijk. Hè. Vergelijk het met je groepenkast thuis. Die moet je sowieso hebben. Nou, wij moeten die groepenkasten uitbreiden, nieuwe bijbouwen of op een andere plek. Nou, en aan de rechterkant van het plaatje, dat zijn de zogenaamde lokale projecten, waar ook nog keuzes in te maken vallen. Hè. Dus dan kan je, we hebben hier even drie keuzes neergelegd. Landelijk gebied, bedrijventerrein en woningbouw. Hè. Nou, je kan het allemaal tegelijkertijd willen. Nou, dan kabbelt het een beetje voort. Of je kan zeggen, we maken eerst de ene af en daarna de andere en daarna de andere. Nou, dat hebben we hier proberen in een schema weer te geven. Nou, zo zwart op wit is het natuurlijk niet, maar dit zo'n plaatje, dat maakt het hopelijk enigszins duidelijk. Linkerkant, fundament. Rechterkant kunnen we keuzes in maken. Moet allebei gebeuren. Maar zonder het linkerkantje kan de rechterkant niet. Hoe kom je tot die keuzes? Ja, dus we hebben daar nu een voorzet gedaan voor dat prioriteringskader. Maar samen met de provincie, de gemeente en dus ook de input vanuit het Rijk. Want het Rijk ziet dit ook. Hè. Dus niet alleen in Noord-Holland speelt dit, maar het speelt in heel Nederland. Niet alles kan, dus we moeten keuzes maken. En we blijven wel weg van het keuze maken van de ene klant eerst en de andere klant daarna. Dat blijft gewoon de regel wie het eerst komt, wie het eerst aan de beurt is. Maar wel op projectniveau mogen we wel kiezen. Hè. Dus het moet een beetje praktisch uitvoerbaar zijn. Soms is het gewoon beter dat wij een kabel de linkerkant richting Den Helder sturen. En daarna pas de rechterkant richting Den Helder. Dat is gewoon praktisch beter uitvoerbaar. Sluit beter aan op de ontwikkelingen daar. Daar kunnen we het met elkaar over gaan hebben. Ja. En daar hebben we nu een voorzet voor gedaan met elkaar in dit plan van aanpak. En we gaan dat de komende periode verder verfijnen. Dit zijn die clusters. Wat is nou de gedachte achter die projecten in clusters in te delen? Dan maken we het iets behapbaarder. Hè? Want je zag het net al, die grote plaat was vrij veel. Nou, we gaan het niet met alles tegelijkertijd, met alle gemeenten tegelijkertijd of al die projecten hebben. Dus we hebben dat bedacht, we bieden dat aan in... we noemen dat randvoorwaardelijke clusters met de belangrijkste werkzaamheden daarin. En dat is eigenlijk een selectie van die projecten op kleinere geografische gebieden. Dus dan hoeven we maar met 1, 2, 3 gemeenten, minder stakeholders en de provincie en Tennet en Liander voor die projecten bij elkaar komen. En te zorgen dat het een versnelling krijgt. En dat zien we voor Noord-Holland Noord hebben we daar... er 6 gedefinieerd en voor Noord-Holland-Zuid 4. Nou, en vanaf
medio juni, begin juli gaan we hiermee. Liander en Tennet en de provincie komen naar u toe deze zomer. Willen we hier invulling aan geven? Dat is een oude slogan, zeg. Ja, precies. Veronica komt naar je toe deze zomer. Ja, ja, dus wij werken al heel veel samen. Maar we hebben bedacht om die versnelling te realiseren. En eigenlijk zo min mogelijk vertraging te krijgen. Want meestal vertragen dit soort projecten. Hè, dan doemt er altijd wel iets op waardoor het vertraagt. Nou, willen we dit op deze manier met elkaar die versnelling proberen te realiseren. Er is nog een vraag uit het publiek. Zo, Melissa, ja. Ga je gang. Ja. De vraag is er geen uitbreiding van hoogspanning in Noord-Holland-Noord? Ja, dus dat zie je op deze platen. Zie je zo... Ik kan me wel voorstellen dat mensen het even missen. Want dat snap ik. Dat kan ik even toelichten. Dus ja. We proberen hier zowel de Liander-locaties als de Tennet-locaties weer te geven. Dus we hebben het echt over die stationslocaties. Dus ik vermoed dat de vraag gaat over de hoogspanningslijnen van Tennet. Nou, daar ga ik nu niet op in. Hè. Dus ze hebben daar bestaande lijnen. De afspraak is volgens mij in Nederland dat we de bestaande lijnen... Er komen niet meer lijnen boven de grond bij, tenzij. Hè? Dus er moet echt zwaarwegende reden zijn dat die er is. Ik kan er wel wat over vertellen. Ja. Ja. Nee, want die lijn die staat hier inderdaad niet ingetekend. Dit zijn vooral de stations. En dat is natuurlijk wel een systeem. Stations horen bij een tracé. En die netverzwaring naar de kop van Noord-Holland is inderdaad opgenomen in het investeringsplan van Tennet. Zit ook in het MIEC, zeg maar het meerjaren infrastructuurprogramma voor de industrie. Mm-hmm. En dat betekent dat het een project van nationaal belang is. Dus het Rijk zal hier ook de trekker in zijn voor dat project. En dat wordt ook voorbereid. En de betreffende gemeenten worden erbij betrokken. Ja. Ja. Hierop aansluit misschien wel aan de vraag die je eerder stelde, Melissa. Met betrekking tot die 40.000 woningen in 2030. Wat zijn de consequenties van dit onderwerp op die woningbouw in Noord-Holland-Noord? Ja. Nou, dus dan kan ik wel even dit plaatje gebruiken. Hè. Dus je ziet hier rechts ook woningbouw, een woonwijk staan. Ja. Dus zijn er geen 40.000, tel ik zo even zeggen. Nee, dat klopt. Dus op de meeste locaties kan woningbouw nu nog voortgang plaatsvinden. We hebben daar op de alles wat je aan de linkerkant ziet, hebben we daar zogenaamde ruimte voor gereserveerd. Hè. Dus grote partijen kunnen een aanvraag bij ons doen. Kleine partijen kunnen dat niet. Hè. Een woning kan niet voor 1.000 woningen tegelijkertijd een aanvraag doen. Dus we hebben dat met gemeenten samen... Vroegtijdig signaleren we dat, hebben we gezorgd dat daar ruimte voor is. Maar dat is op dat niveau van die stations. Nou, nu zal het in Noord-Holland ook veel van die blauwe kabels aan de rechterkant vol beginnen te raken. Daar hebben we dus ook werkzaamheden op. En het kan zo zijn dat de komende jaren zeker die blauwe kabels dusdanig vol raken... dat er ook woningbouwplannen iets mogelijk gaan vertragen... Iets mogelijk gaan vertragen. Ja, gaan ze vertragen of gaan ze niet vertragen? Ik denk dat ze gaan vertragen. Ja. Niet op alle plekken, maar op enkele locaties zal het aan de orde zijn. Ja. En misschien ook een aansluitende vraag erop, nog vanuit de chat, is ook wat kan Alkmaar, die heeft dus dezelfde situatie, van de taskforce verwachten in het dossier? Ja, ik zal dat op hoofdlijnen proberen te beantwoorden. Dus die samenwerking die we zeker in dit spoor 1 willen beogen... Hè, op die versnelling van het uitbreiden van de energieinfrastructuur... Nou, daar gaan we handvatten bieden. Dat doen we in dit plan van aanpakken. Generieke procesafspraken, werkafspraken. We bieden een raamwerk. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Dat is de slide met ook de thema's hè, die langskomen. Daar bieden we allemaal handvatten voor. Wat kom je allemaal tegen? Waar moet je allemaal aan denken? En we doen ook een voorzet van hoe richten we nou een gezamenlijke projectorganisatie in. Hè? Dus we hebben de afgelopen weken en maanden samen met gemeentes aan dit plan van aanpak gewerkt. Daar kwam ook de hele tijd naar voren. Richt nou die voorkant goed met elkaar in. Hè? Men terugkijkend op projecten die ze hebben gedaan. Als we dat beter hadden gedaan, hadden we zo 1,5, 2, 3 jaar tijd kunnen winnen. Nou, daar gaan we aan werken met elkaar. Dus niet meteen enthousiast beginnen, we gaan bouwen, maar de voorkant goed inrichten, zodat we gedurende het proces zo min mogelijk gaan vertragen en het liefst versnellen. Dus daar gaan we vanuit de taskforce ondersteuning op bieden met elkaar. En als je volgens mij is Alkmaar ook een soort cluster, hè, op de omgeving Alkmaar. En je zegt, we gaan naar de regio Alkmaar toe. Wat ga je dan precies doen, zeg maar, om te versnellen? Ja, dan gaan we dus beginnen we met het cluster ook, maar met de belangrijkste projecten daar kenbaar maken. Dit zijn de belangrijkste projecten om überhaupt door te gaan in Alkmaar. Hè. Dus ook die woningbouw, ook die bedrijventerreinen de komende 10 jaar te kunnen voorzien van energie. En met elkaar dat duiden in een projectorganisatie van wat moeten we dan doen. We moeten dan komen tot gemeenschappelijke tijdslijnen, gemeenschappelijke afhankelijkheden. Zodat we op tijd zien van wie heeft wat te doen, op welk moment. En wat gebeurt er, wat doen we als we iets niet halen? Hè? Dus op een gegeven moment kom je ergens een punt in de tijd, dan moet iets er zijn. Een vergunning
of een stukje grond of materialen of mensen. Wat doen we als dat er niet is? Hè? Dus dat we dat van elkaar in beeld hebben en dat we ook helder naar elkaar toe kunnen uitspreken waarom iets wel lukt of niet lukt en wat we dan daaraan kunnen doen. En dat niet vanuit onze eigen silo's. We werken natuurlijk nu ook al samen, maar dat is meer met elkaar werken dan samen met elkaar werken. En we willen het nu echt proberen meer samen te doen als een gedeeld project aanvliegen. Verandert er door de taskforce iets in hoe de gemeente en bedrijven in contact treden met jullie, met Liander? Nou, in principe voor de bedrijven verandert er minder. Hè. We hebben altijd goede relaties met bedrijven om vroegtijdig hun energiebehoeften in kaart te brengen. Daar hebben we altijd wel het kip en ei. Hè, van wanneer kan een bedrijf concreet genoeg worden zodat wij ook kunnen gaan bouwen? Of wanneer kunnen wij gaan bouwen of een bedrijf concreet genoeg is? Hè. Dus dat is altijd een spanningsveld. Voor de gemeente zijn we nu echt... de opgave is groot. Hè. We moeten echt die samenwerking aangaan om die ruimte te reserveren met elkaar. Hè, en ruimte te vinden. Hè. Dus reserveren klinkt makkelijk, die is er vaak niet. Hè. Dus Pies noemde het al, hij is al 1, 2, 3, soms 7 keer bestemd. Hè, voor allerlei richtingen. Die ruimte moeten we met elkaar vinden, vrijmaken. En ook zien dat dat nodig is om andere ontwikkelingen ruimte te bieden. We zien het al bij bedrijven dat er een beetje op sommige plekken een beetje stilstand plaatsvindt. Hè. Ze kunnen gewoon niet door. Ja. En dat raakt ook de woningbouw, want die is soms bedacht, die bedrijven moeten plaatsmaken voor woningbouw elders. Ja. Dus het is een soort domino-effect wat anders optreedt. Hè. En dat met elkaar inzien dat optreedt en wat er dan voor nodig is om eruit te komen, dat is echt anders voor gemeenten. Ja. En als je dat vergelijkt, hè, met Clusterwijde Wormen, waar we natuurlijk eigenlijk al meer aan de gang zijn met de gemeente. Dat is nog niet toegelicht, maar Clusterwijde Wormen zijn we alvast een klein beetje gaan voortborduren op uiteindelijk het tweede deel. Wat doen we nou na het plan van aanpak? Als je dat vergelijkt met eerdere samenwerking vanuit Liander, zie je dan daar veranderingen in? Wordt er nauwer samengewerkt? Ik denk het wel. Ik denk dat het voorheen was het meer dat de netbeheerders, hè, Tennet of Liander, iets wilden. Hè? Zo komt het over op een gemeente. Wij willen iets bouwen, maar dat is vaak... Wij willen niet iets, wij willen iets bouwen voor die gemeente of voor die bewoners of voor die bedrijven die zich daar vinden. En dat met elkaar eens zijn, hè, alleen dat al, dat doet al wat voor de samenwerking. Dus dan is het ook echt meer een vraag naar ons toe van kom nou door, hè, ga nou aan de slag. Wij willen dit heel graag, wij willen dat jullie dat voor ons gaan bouwen of met ons gaan bouwen. En dat vind ik al een heel groot verschil wat we daar met elkaar hebben bereikt. Ja. En dat wij dat ook doen. Hè? Dat wij niet iets een doosje neer gaan zetten, maar dat we echt een energievoorziening aan het bouwen zijn voor de gemeente daar en de gebruikers. Nog meer samen dus. Ja, en dat zij ook echt input geven van hoe zij dat eigenlijk zien de komende 10 jaar. Wat is er nodig vanuit de gemeente? Wat denken zij dat er nodig is? En niet dat wij dat aan hun vertellen, dit is voor jullie nodig. Je zei net dat er, en dat is ook wel bekend, dat er wat vertraging op de lijn zitten af en toe. Nou is het wel zo dat energiecorporaties vaak een deadline hebben met betrekking tot subsidies. Hoe kunnen gemeentes daar het beste mee omgaan? Dus de meeste subsidieverstrekkers, ook RVO is dat, hè, voor de SDE, die hebben mogelijkheden om dat uit te stellen. Dus, die zijn ruim. Dus daar zeg ik altijd, verdiep je in de uitstelmogelijkheden. Dat is stap 1. Ja. Dus ze hebben dat voorbereid. Voordat je hem aanvraagt, eerst verdiepen in de uitstelmogelijkheden. Nou ja, dat is altijd. Hè, dus what if. Hè, dus RVO voor de SDE heeft daar forward banking, noemen ze dat. RVO voor de SDE forward banking. Rijksdienst van Ondernemen Nederland. Dankjewel. Stimulering duurzame energie. Oké, forward banking. Dat noemen ze vooruit bankieren. Dus ja, dat is de vertaling. Zo ver kom ik ook nog wel. Maar dus dan zeggen ze dat je gederfde inkomsten in het heden mag uitstellen naar de toekomst. Oké, helder. Zodat je absoluut over de hele looptijd bijna hetzelfde krijgt als je het vanaf kiet af aan had gekregen. Ja. Dus het zal de ondernemers waarschijnlijk al iets kosten, maar over de hele looptijd komt het nog steeds uit. Ja. Dus er zijn altijd mogelijkheden, maar voor gemeenten die hebben soms lokale subsidies. Probeer op plekken waar het echt niet kan, die te herzien. Hè, kom met aanvullende voorwaarden of mogelijkheden. Maar ja, nogmaals, dat is niet mijn expertisegebied. Ik kan alleen, dat is een beetje meer mening dan vanuit Liander, hoe we dat zien. Ja. Liander, jij zit aan tafel ook namens de provincie Noord-Holland. Heb je nog iets toe te voegen aan dit verhaal? Nou ja, ik vind het wel mooi om te zien ook hoe de vragen ontstaan. En daarom vroeg ik net ook wel van wat zie je nou in het verschil in de samenwerking? Hoe zie je de rol van de taskforce? Goede vraag, denk ik. En eigenlijk ook wie heeft daar een voorzetje voor gedaan?
Dus dat is eigenlijk ook wel een beetje mijn toevoeging. Dat we deze opgave, die toch eigenlijk heel nieuw is en die er opeens is, dat we die wel samen aangaan. En dat klinkt heel mooi en dat klinkt heel warm. En dat klinkt ook een beetje onmogelijk. En dat is het natuurlijk ook wel. Maar we proberen zo slim mogelijk eigenlijk daar samen in op te trekken. En zoveel mogelijk toch wel generiek te maken. En zoveel mogelijk van elkaar te leren. Waarom is dat zo belangrijk om zoveel mogelijk samen te doen? Omdat het zo groot is en zo ongemakkelijk is. En we eigenlijk allemaal geen tijd hebben. He, wat je veel ook vanuit de gemeente hoort, is dat ze nu al geen tijd hebben voor de huidige taak. En dit is er eigenlijk een soort van als urgente taak bijgekomen. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat we slim werken. Ja, maar dit is toch niet overnacht gebeurd? We weten toch al heel lang dat dit eraan zit te komen? Laat ik het zo zeggen, het is denk ik niet overnacht gebeurd. En ik denk dat er misschien ook wel heel veel inzichten waren in dat het gebeurde. Maar op het moment dat het schaars werd. We weten allemaal nog van de toiletpapier-issues, waarvan ik nog steeds niet weet waarom het ontstond tijdens corona. Op het moment dat het schaars werd, was het opeens op. Ja. Ik geloof dat de laatste spurt wel heel snel is gegaan. Ja. En ik moet ook wel zeggen dat ik vanuit de gemeente ook wel opeens er een station vol was. En dat wel echt als een schok kwam. En je dan dus iets moet, omdat het zoveel effect heeft. Ja. En laten we het dan samen doen en laten we dan van elkaar leren, omdat er zoveel vergelijkbare lessen eigenlijk in zitten. Ja. En het is ook wel een nieuwe opgave, want vroeger, hoeveel stations bouwde je per jaar als Liander? 1, 2 in Noord-Holland? Nog geen 10. Ja, in het hele verzorgingsgebied van ons is ongeveer 1/3 van Nederland. En dat worden er veel meer. Dus er worden ineens veel meer gemeenten benaderd door de netbeheerders. Van, joh, ik moet een station bouwen, zullen we dat samen doen? Ja. Dus waar het voorheen een paar gemeenten waren, zijn het nu veel meer gemeenten die hiermee mee te maken krijgen. En hoe komt dat er nu in één keer zoveel meer gemeentes daarmee te maken krijgen? Omdat de netuitbreidingen, de massa aan netuitbreidingen, of het volume daarvan, is veel groter dan dat het vroeger was. En hoe komt het dat het nu veel groter is? Ja, door de energietransitie. Ja. De bedrijven gaan van gas over naar elektriciteit. Auto's gaan over naar elektriciteit. Je huis gaat over op een warmtepomp. Er komen zonnepanelen bij, er komen meer woningen bij, er is economische groei. Dus eigenlijk alles stapelt zich op en vertaalt zich naar behoefte aan transportcapaciteit. Ja, en dat gaat, waar het allemaal wat gefragmenteerd, dat gaat nu vooral elektrisch. Ja, het gaat elektrisch en het gaat ook sneller dan voorzien. Ja, ja. Een paar jaar geleden, want zo'n transformatiestation, voordat hij er staat, ben je 5 tot 7 jaar verder. Nou, dan ben je blij, denk ik, Liander. Stel je voor, 5 jaar geleden hadden we nog niet zo'n zicht op die vlucht die de energievraag nu maakt, zeg maar. Je gaf net in je eigen verhaal aan dat je wil proberen om daar een beter inzicht in te krijgen. Ja. Hoe we in de toekomst daarmee omgaan. Ja. Hoe zijn jullie daarmee bezig? Mag ik die parkeren en aan Camilla? Nee. Oh. Ja, dat mag. Nee, natuurlijk mag dat. Ja, ja, nee, ja. Dat mag. Ja. Ja, dus al die onderwerpen, ook die vragen, die komen ook aan bod in dat spoor 2 en spoor 3 van de taskforce. Waar we dus langjarig proberen gaan vooruit te kijken. Ook naar de nieuwigheden, dus andere energiedragers. Ja. Maar ook naar wat kunnen we doen om de huidige infrastructuur en de nieuwe infrastructuur die we gaan aanleggen beter te benutten dan we nu doen. Hè? Wij in netbeheerders noemen dat het koperen plaatprincipe. Iedereen heeft ten alle tijde recht op waar ze waar ze recht op hebben. Waarom heet dat het koperen plaatprincipe? Ja, dat je ten alle tijde kan je vraag en je aanbod van energie kwijt aan het net. Hè? Ja. Of krijgen van het net. Nou, maar ik begrijp die koperen plaatprincipe niet. Dus dan overal kan je inprikken en het werkt. Oh zo. Oké. Ja. Overal ligt koper onder. Overal maar jullie snappen het allemaal wel of niet? Nou, nu wel. Nu wel. Oké, ja. Nee, ik voel me dan dat ik denk, nou, het zal wel. Maar goed, ja, dus daar gaat dit ook over. Ja. Hè? Van hoe gaan we nou eigenlijk niet het mantra bouwen, altijd maar doorbouwen. Maar hoe gaan we ook zorgen dat het maximaal benut wordt. Hè? Ja. Dus doelmatig en efficiënt. Dat is ook een omslag die we bij bedrijven moeten gaan realiseren. Hè? Dus dat is wat Lianne noemde, hè? Die eindspurt die bedrijven hebben gemaakt. Van hey, het is op. Oh, wacht even, ik wilde de komende 10 jaar uitbreiden. Ik ga nu. Hè? Dus dat hebben we heel veel gezien. Dat het echt op de laatste 20% ging heel snel. Ja. Op heel veel plekken. Want dan iedereen denkt, nu moet het dan gebeuren. En nu willen we de omslag met elkaar gaan maken in Nederland om eigenlijk over de hele linie die efficiëntie erin te gaan brengen. Dus dat mensen niet met z'n allen om 9 uur in de file staan, maar om 6 uur beginnen en om 11 uur. Snap je dat je dat gaat verspreiden? Ja. Is er wat zijn de geluiden die je hoort vanuit de maatschappij als het gaat over over het werk van Liander? Ik kan me voorstellen dat er best wel veel onbegrip is. Dat het niet omdat we gewend zijn dat wat we vragen, dat we dat krijgen. Ja. En dat het nu wat lastiger is.
Ja, zeker. Maar ik trek een beetje parallel met eigenlijk zo'n beetje, ja, dat wordt een beetje filosofisch landelijk, maar zo'n beetje een trend over vele sectoren. Hè. Dus dat geldt ook voor de zorg, voor het onderwijs, voor de kinderopvang, noem maar op. Hè. Dus we zijn wat gewend en we krijgen het nu anders. Ja. Dus het is niet goed. Hè. Dus, ja. En dat geldt ook voor de energievoorzieningen. We zijn met meer, we vragen er meer van. Dus dan de eerste reactie is, dus we moeten meer bouwen. Hè. Dus mm-hmm. We hebben meer nodig. Maar daar tegelijkertijd bij hoort ook van, hoe kunnen we misschien met minder uit of efficiënter uit? Hè? Dus hoe kunnen we het anders inrichten? Dus ja. Wij proberen dat enerzijds en dat meer enigszins te voorzien, hè, toch uit te breiden. Nou, daar lopen we ook tegen onbegrip op dat we dat dan niet snel genoeg kunnen. Ja. En anderzijds, die efficiëntieslag, daar lopen we ook tegen onbegrip op. Hè? Dat we eigenlijk, wat ik net zei, die koperen plaat, dat bedrijven zeggen, maar ik heb hier toch altijd op deze manier gebruik van kunnen maken. U vraagt van mij nu iets anders, hè? Door te gaan verdelen over de dag, over de week, over het jaar. Nou, en dat is ook transitie. Hè? Daar moeten we met elkaar een weg in vinden. Dat we enerzijds dat meer niet alleen voorzien in meer bouwen, mm-hmm. maar ook anders dat inrichten. Daar hebben wij als netbeheerder ook een taak in. Hè? Hoe doen we dat dan? Hè? Wij moeten dat ook richting kunnen geven, sturen, informatie leveren aan partijen om dat te doen. Nou, dat komt zeker in dat spoor slimme oplossingen de komende jaren. En nu wordt dat echt een belangrijk item. Ja. En nog even terug, hè, want we hebben het over die uitbreiding en ook tijdens sessies wel eens, want je geeft aan naar Liander, wat is eigenlijk de mening? En we zijn mensen nog wel enthousiast en positief. Maar het is natuurlijk niet alleen het feit dat het opeens vol is en dat we die eindspurt gehad hebben en dat we tekort hebben en dat Nederland elektrificeert, zoals als wie zegt. Maar het is denk ik ook zo dat er eigenlijk twee andere belangrijke pijlers zijn waar we toch moeilijk ook uitsluitend Liander de schuld van kunnen geven. En dat is grondstoffenschaarste. We hadden het over die koperen plaat. Nou, koper is nodig en vast nog heel veel materialen die hartstikke schaars zijn. Maar ook de arbeidsmarktschaarste. Kan je ook iets vertellen van in hoeverre raakt dat ons? Of kunnen we dat nog mitigeren? Ja, dus ook die parallel met andere sectoren. Hè. Dus ook wij hebben daarmee te kampen. Ik geloof dat we de komende 5 jaar verwachten 3000 vacatures te moeten gaan stellen om dat continu aan te blijven vullen. Dat er genoeg mensen zijn die dit werk kunnen en willen doen. We werken ook, we hebben een offer you cannot refuse. Hè. Als je begint bij een netbeheerder, bij Liander, dan krijg je je rijbewijs, je opleiding, je krijgt zelfs salaris. En dan nog hebben we moeite om mensen daarop te vinden. En ook bij de aannemers. Hè. Dus het is niet zo dat de aannemers dan allemaal capaciteit hebben. Het is echt wel even zoeken. En ook, het ene project is het andere niet. Hè. Dus ik zag het vorige week op Energea, geloof ik, dat is een medium voor wat over energie gaat veel. Nou, projecten in Flevoland dat dan door particulieren wordt georganiseerd, dat gaat dan wel. Hè? Dus nou, blijkbaar kiezen daar aannemers wel voor om dat te doen. Hè? En niet een moeilijk project in misschien in regio Alkmaar, hè? Om het zomaar iets te noemen. Ja. Dus het is echt wel zoeken. Hè? Want ook daar kunnen we misschien weer samenwerken. Hè? Het is niet van dat wij als provincie kunnen daarin mee, het Rijk kijkt naar van hoe kunnen we nou samen zorgen dat als we die plannen straks klaar hebben, het moet uitgevoerd zijn, dat het niet, ik weet niet hoe lang blijft liggen, ja. Op arbeidsmarkttekort. Ja. Ook een beetje terugkomend op de vraag, wat doet die taskforce? Ja, dus je zal dat vraagt ook een kijk. Hè? Dus ik weet niet of we dat vanuit de taskforce kunnen oplossen, maar zeker wel input kunnen leveren aan het Rijk. Hè? Van welke issues lopen wij nou tegenaan als netbeheerders, als provincie, als gemeente op dit vlak, op arbeidsmarkt en om het kunnen realiseren van überhaupt deze uitdaging. Ja, Melissa, volgens mij had jij vragen zelfs. Er zijn meerdere vragen. Heel goed. Er zijn twee vragen omtrent de prioritering. Bijvoorbeeld, wie beslist uiteindelijk over de prioritering als de betrokken partijen het er niet over eens zijn? Wordt de bestuurlijke criteria vastgesteld op daarvoor? Of? Ja, en van wie wil je het antwoord weten? Van wie wil ik het antwoord weten? Misschien wel, maar je had het net ook over de prioritering. Ja, afwegingskader. Ja. Ja, dus wij hebben dat bijvoorbeeld in Friesland gedaan, samen met de provincie. Daar heeft de minister ook naar verwezen, dat hij daarna gaat kijken als voorbeeld, als input. Hè. Maar ik kan me ook voorstellen dat de provincie Noord-Holland net iets anders is. Hè, qua bedrijvigheid, woningbouw. Nou, vraag en aanbod is toch anders dan in Friesland. Hè. Nou, wij als netbeheerders zien graag dat we vanuit een landelijk kader, mogelijk provinciale kaders krijgen met 90% hetzelfde, maar net een beetje die nuance die nodig is in de provincie Noord-Holland.
Ik kan daar niet direct een antwoord op geven. Zo gaat het eruit zien, die gaat dan beslissen. Maar dat is ongeveer hoe we het willen aanvliegen met elkaar. Hè. Dus we zien dat niet alles tegelijkertijd kan. We zien dat de keuzes moeten worden gemaakt. Wij leveren daar input aan de provincies en aan het Rijk. En dan is het ook wel aan de gekozen volksvertegenwoordiging om daar dan een ei over te leggen. Van hoe vinden wij dan dat de netbeheerders daarop moeten acteren? Ja. En dat doe je dan per deelregio, dat gesprek. Dat is eigenlijk wat je aangeeft. We willen gaan prioriteren in die lokale projecten. Daar wordt dat afwegingskader voor ontwikkeld, wat raakvlak heeft met een landelijk kader. En volgens mij is het heel belangrijk om die gesprekken dan echt in de deelregio te voeren. Bijvoorbeeld hier West-Friesland, dat je echt de West-Friese bestuurders aan tafel zet. Nou, deze keuzes zijn er te maken en dit zijn de effecten daarvan. We hebben met elkaar te dealen daarin. Krijg je die mensen makkelijk aan tafel, de bestuurders? Ja, want dat zijn eigenlijk allemaal goed georganiseerde bestuurlijke overleggen. Ja. Er zijn natuurlijk veel meer opgaven in de deelregio die ze samen doen, dan alleen energie-infrastructuur. Ja. Dus dat is gelukkig. Dus die infrastructuur is goed? Ja, daar maken we ook heel graag gebruik van. Ja, snap ik. Melissa, je had nog een vraag. Ja, hetzelfde onderwerp. En dat is de manier van keuzes maken voor prioritering is nog te weinig transparant. De manier van keuzes maken? Ja. Dus kan inzicht gegeven worden wie op dat lijstje van volgorde staat? Oh, dat is het first come, first serve. Ik zal dat even toelichten. Je hebt verschillende plekken waar je keuzes kan maken. Dus waar we het hier niet over hebben is... Er is bijvoorbeeld één elektriciteitskabel, er zitten 20 klanten op, die willen allemaal meer hebben. Nou, dan hebben wij als netbeheerder gewoon degene die als eerste dat meer heeft aangevraagd bij ons, moeten we als eerste op die ene kabel geven. Maar los van de hoeveelheid? Los van de hoeveelheid, ja. Dus dan heeft de eerste die het aanvraagt, heeft daar het recht op. Ja. Maar op een heel zo'n bolletje op de kaart, dat is een heel station. Er zitten tientallen, soms 100 kabels achter. Hè? En daar moet stel dat we die allemaal moeten uitbreiden, dan is het niet zo dat per se de ene klant voor de andere kan gaan, want soms is dat technisch gewoon niet mogelijk. Hè? Of er vindt net een ontwikkeling plaats in die gemeente voor woningbouw, dus het kan helemaal niet. Hè? Dus de grond is niet eens open. Nou, dan moeten we met elkaar vinden, nou, wat is nou praktisch het handigste om te beginnen? En waar heeft zo'n groep van gemeenten, bijvoorbeeld op het West-Friese niveau, acht nou het meeste waarde dat daar weer vermogen is in het gebied. Hè? Dat kan dus zijn voor die bedrijventerreinen in combinatie met die woningbouw of andersom. Nou, en wat Wiesel aangaf, hè, volgens mij stellen wij voor dat om dat op niet de hele provincieschaal te doen, die keuze steeds te maken, maar op een wat kleinere schaal met gemeentes die daar ook met elkaar echt over gaan. Hè? Dat ze ook weten van, mijn keuze heeft effect op mijn buurman of in mijn eigen gemeente weet ik dat ik mijn woningbouwplan eerst wil, want dan kan ik die bedrijven ruimte geven of vice versa. Dus het is echt op zoek naar gewoon een hele praktische invulling daarvan met elkaar. En zo goed mogelijk die uitvoering met elkaar vormgeven. Ja, en ik kan me voorstellen dat voor bestuurders heel belangrijk is dat het navolgbaar is waarom je de keuzes maakt. Ja. Want die hebben vervolgens het uit te leggen aan hun samenleving. Ja. Waarom dit gebied eerst en pas daarna dat gebied. Dus dat vraagt echt... Nou, en helemaal als jouw een transparant afwegingskader, waardoor je die keuzes ook goed kan onderbouwen. En daarom hebben we het ook vergeleken met die randvoorwaardelijke projecten. Dus vergelijk het een beetje met wegenbouwen. Je moet eerst die snelweg hebben met op- en afritten. Want anders heb je aan die wegen die er naartoe gaan en die vanaf gaan, heb je niks. Hè? Dus dan ligt er een dode weg zonder oprit. Nou, die is helemaal picobellen, maar niemand kan er gebruik van maken. Dus wij zeggen, we willen eerst die hoofdinfrastructuur weer opwaarderen, hè, naar het niveau wat nu gevraagd wordt. En daarna gaan we kijken welke randwegen praktisch zijn. Hè? En we gaan niet een randweg bouwen die nergens naartoe gaat, maar die moet ook een woonwijk bedienen of een bedrijventerrein. En niet vast al een randweg aanleggen die de komende 20 jaar toch niet gebruikt gaat worden. Ja. Ga je gang met. Oh ja. Nou, ja. Dan nog een vervolgvraag daarop. Op welk termijn denk je dat dit soort keuzes gemaakt moeten gaan worden? Het is nu 31 mei. Nee. Nou, ik denk dat wij zeker dat voor het einde van het jaar dat kader helder moeten hebben. En de manier waarop we dat gaan organiseren met elkaar. Dus ik denk dat de ambitie is om dat zo snel mogelijk te doen. Maar ik kijk ook een beetje Wies aan vanuit de gemeente, provincie. Hè. Dus wij werken nu ook al. We hebben genoeg werk. Dus maar ik kan me voorstellen dat de gemeente, provincie zeggen van, nou, wij willen daar wel voor het einde van het jaar met elkaar minimaal over gesproken hebben en een beeld bij hebben. Ja. Kan je dat? Klopt dat? Ja, dat denk ik. Tenminste, klopt dat, maar ik bedoel, kan je daarin vinden? Ja, we hebben natuurlijk nu allemaal nieuwe colleges bij de gemeente. Hè, en dit is eigenlijk een opgave waar alle colleges mee te maken hebben. Dus ik kan me ook voorstellen dat zij vragen, en hoe gaan we dit dan fixen met elkaar? Ja. En dat vraagt dit soort gesprekken over prioritering in de deelregio van die projecten.
Ja. En dat wordt dan ook vanuit de taskforce, wordt dat gesprek gefaciliteerd. Zeg maar. Wij gaan het niet bepalen, maar wij zorgen wel dat de partijen om tafel gaan, dat de juiste informatie voorhanden is, ja, om dat gesprek te voeren. Ik gebruik heel even jouw haakje, of ik gebruik even een haakje met betrekking tot de nieuwe colleges voor het schaamteloze promotie, wat morgenavond. Oh ja. Vanaf 8 uur is er een kennissessie voor nieuwe gemeenteraadsleden. Maar ook de gemeenteraadsleden die al een tijdje in de raad zitten, worden van harte uitgenodigd. Want dan zullen we je, zeg maar, in grote lijnen nog 1 keer door het hele energietransitietraject meenemen. Ja. Dat gezegd hebbende. Melissa, zijn er nog meer vragen? Nog 1 laatste vraag, denk nou, ik. Nou, nog eentje dan. Eentje dan. Het is een goede vraag. Het lijkt me heel moeilijk om urgentie te bepalen als heel Noord-Holland ook de regionale energiestrategie moet uitrollen met de concretisering van de zoekgebieden. Gaat het ook niet ten koste van het behalen van de klimaatdoelstellingen? En hoe kijkt het Rijk daarnaar? Waar gaat hij nou heen? Als dit verder vertraging gaat krijgen. Ja, dus gelukkig gaan die twee dingen op het elektriciteitsnet vaak samen. De kabel kan je zowel gebruiken voor vragen als terugleveren. Dus als wij bijvoorbeeld in de kop van Noord-Holland, Den Helder, Schagen, Hollands Kroon, Texel, het net opwaarderen, dan is er ook gelijk weer extra ruimte voor het terugleveren. Hetzelfde geldt voor Alkmaar en West-Friesland, waar ook zoekgebieden zitten van de RES. Dus dat mes snijdt enigszins aan twee kanten. Hè. Nou, nu is het wel zo dat in de bovenste regio's van Noord-Holland iets meer de nadruk op het opwek ligt. En in het meer zuidelijk deel rondom het Noordzeekanaalgebied en daaronder, net daarboven, meer is op vraag. Nou, dus daar kan zo'n kader ook over gaan. Hè. Dus in Friesland hebben ze heel duidelijk gezegd, wij vinden dat woningbouw bijvoorbeeld voor moet gaan. Nou, nogmaals, ik ga er niet over, maar het Rijk of de provincie kan zeggen, wij vinden dat opwek voor moet gaan. Dat zou kunnen, hè. Ja, maar dat is een keuze die we met elkaar moeten gaan maken. Maar daarom beginnen we ook met die randvoorwaardelijke projecten. Die voorzien op grote lijnen in beide. En dus daarom hebben we ook gezegd, daar willen we eigenlijk geen keuze met elkaar maken. Die moeten sowieso gebeuren en zo snel mogelijk. Hè. Daar zit echt dat spoor 1 op, het versnellen van die randvoorwaardelijke. Daar hebben we deze locaties hebben we het over. Die moeten gewoon zo snel mogelijk met zo min mogelijk vertraging gerealiseerd worden. Want dan kan je beide kanten goed op. Ik ga het afronden. Tenzij je nog een opmerking hebt, Leon? Nou, het enige wat ik nog zat te denken is, ik vind de vraag ook heel concreet en heel goed. En ik wilde ook refereren naar Friesland, waar inderdaad gekozen is voor afname voor opwek. Dat is een keuze. En volgens mij hebben we eigenlijk uitgelegd, het is lastig, het is moeilijk, we moeten het samen doen. En enerzijds zitten we eigenlijk te wachten op het Rijk, die volgens mij beloofd heeft in de zomer iets af te leveren. En anderzijds zeggen we moeten het heel erg lokaal gaan doen. En dat gaan we ook doen. En ja, ik denk dat er heel veel dingen er last van hebben, waaronder de hernieuwbare energieopwek, absoluut. En we gaan ons best doen om het zoveel mogelijk te beperken, maar helemaal beperken. Nee. Ja, dat zou altijd keuzes niet reëel. Maken. Ja. Ja. Dank Ruben voor de uitleg van het eerste spoor. Na de pauze hebben we nog 2 sporen te gaan. Spoor 2 en 3. We hebben een korte pauze die een minuut of 5 zal duren. En dan na de pauze zullen hier een aantal andere mensen aan tafel aanschuiven. Ik wil in ieder geval, want Wietje komt nog weer terug na de pauze. Het wordt een soort stoelendans, ja. 2.0 ingewikkeld, maar hartstikke leuk. Ruben van Loon namens Lianne, dank voor je heldere uitleg, ja. en de plaatjes. Lianne Brugman namens de provincie Noord-Holland, heel erg bedankt. Dankjewel. Wij gaan 5 minuten pauzeren en zijn daarna bij u terug. Tot zo meteen.
Daar zijn we weer. We kregen een aantal vragen voordat ik ga beginnen met het tweede deel over de sheets die te zien zijn. Iedereen die zich heeft aangemeld voor deze sessie krijgt de sheets toegestuurd. Dus dat komt helemaal goed. We gaan verder met het tweede deel na de pauze. Met zometeen het tweede en het derde spoor. Dat doen we met een nieuwe tafelschikking. Melissa zit nog steeds aan tafel. Ja, gewoon omdat het heel goed ging tijdens het eerste deel, mag je ook het tweede deel blijven zitten. Fijn. Fijn, hè? Naast jou zit Gerjan Streng namens Bright. Tegenover jou zit Camilla Pinzon. Zeg ik het goed? Ja. Fantastisch. En naast jou zit Frans van Kuik namens Liander. Jij bent in plaats van Ruben gekomen, ook van Liander. Maar we gaan beginnen met het derde blok. Daarvoor hebben we jou uitgenodigd, Gerjan. Het gaat over de ruimtelijke inpassing transformatorstations. Heel erg benieuwd wat je ons daarover kan vertellen. Ja, nou, dan hoop ik ook een beetje een introductie in het onderwerp, want dat was het voor ons ook. We werken samen met het bureau Urban Synergy wel aan de inpassing van onze stations. Maar dat gaat soms best wel moeilijk. Zoals we in de hele energietransitie eigenlijk merken. Dus we zijn een onderzoek gaan doen van wat zijn die onderstations eigenlijk? En kunnen we daar als ontwerper iets voor bijdragen om dat proces soepeler te laten lopen? Om het misschien beter te maken. Want heel kort, ik zei net in de introductie, je werkt bij Bright. Heel kort, wat is Bright? Wij zijn een bureau voor ontwerpend onderzoek. Architecten, stedenbouwkundigen, landschap. Ja, en veel bezig in de energietransitie. Zeker. Oké, maar dan ben je hier, zit je op de juiste plek. Ben ik bij. Ja. Ja, dus we hebben eigenlijk gekeken naar alle onderstations die er al zijn in Noord-Holland. Dat zijn er bijna 100. Hoe zien die er nou uit? Waar zijn die? In het open landschap, in de stad, op bedrijventerrein, eigenlijk alle logische plekken. En ze zien er eigenlijk heel verschillend uit. Soms volledig open, kan je mooi de schakeltuin zien. Of architectonisch, als een gebouw. Soms ook met een groene omlijsting, met bomen eromheen of een aarden wal. Of een busje. Ja, of een busje om het uit beeld te halen, goed gecamoufleerd. Ja. Maar daar is wel over nagedacht hoe dat gedaan is, passend bij het landschap. Ja. Als je gaat kijken naar de schaal, dan loopt het ook heel erg uiteen. Dus er zijn kleintjes wat echt een gebouwtje is, maar grote die echt meer dan 20 hectare zijn soms. En voor een idee van schaal, dat is dus de arena met alle parkeerplaatsen eromheen of een groot stadion. Parkeerterrein van de bazaar bijvoorbeeld in Beverwijk. Dat is echt de schaal waar we het dan over hebben. Dat is de extra large. Ja. Ja, oké. En dat heeft wel te maken met het spanningsniveau. Wies noemde dat wel even in het vorige blok. Tenet gaat over het hoogspanningsnet. En Liander gaat meer over het lokale netwerk. Dat heeft ook andere onderdelen. Dus de schakeltuin, wat je boven ziet, dat is waar al die palen staan. Dat vraagt gewoon veel meer ruimte dan het gebouwtje inpandig wat in de stad zou kunnen staan. En die twee organisaties werken ook op andere manieren. En dat komt eigenlijk omdat Tenet ook naar het hele tracé al kijkt. En bij Liander ligt dat wat anders. Maar dat zijn echt wel projecten van jaren. Worden dat net 5 tot 7 jaar. En eigenlijk het zoeken van een locatie is soms al 2 jaar bezig voordat er een ontwerper of iemand vanuit de ruimtelijke hoek bij komt kijken. Dus dat was ook voor ons een nieuw inzicht. We zijn eigenlijk best laat in het proces. Misschien zit er wel een rol voor ons om al eerder mee te denken. Misschien op hoofdlijnen of al snelle advies te geven. Dus zo zijn we eigenlijk ook in het onderzoek aangevlogen. We maken onderscheid tussen de kleine schaal, waar het echt gaat over een inpassing in het landschap. Dat zijn gebouwen van een schaal van een bedrijfsgebouw of een boerenerf. Als het groter wordt, dan is het echt een aanpassing van het landschap. Dat is een nieuw landschap wat misschien kan aanpassen bij een natuurgebied of een park bijvoorbeeld. Maar dat zou je eigenlijk op een andere manier moeten behandelen. En zo hebben we dat met het onderzoek gedaan. We hebben eigenlijk gekeken eerst naar, zijn er nou logische koppelingen in het landschap? Want de provincie is dynamisch, er verandert meer. We moeten ook ruimte maken voor waterberging bijvoorbeeld. Ja. Voor natuurontwikkeling, nieuwe natuurverbindingen. Zou zo'n onderstation daarbij kunnen passen? En eigenlijk met het idee, elke ontwikkeling geeft weerstand. Dat weten we gewoon. In weerstand het bij? Bewoners, bij organisaties. Dat is altijd zo. Hmm. Misschien is het makkelijker als je dat bij elkaar voegt. Dus een nieuwe natuurontwikkeling en een onderstation. Omdat je het dan in één keer kan doen en één keer een verhaal daarover maakt. Dat lijkt misschien soms wat tegenstrijdigheid als je die processen eigenlijk door elkaar gaat laten lopen. Maar ruimtelijk zien we daar best wel goede voorbeelden van, waar dat al in het verleden ook gedaan is. En dan dat riep minder weerstand op? Of dan... Ja. En het resultaat is ook vaak mooier. Dat je ruimte voor recreatie bijvoorbeeld, in plaats van het alleen sec-technisch aan te vliegen. Ja. Bijvoorbeeld de dijkverzwaring in Nederland is daar een heel goed voorbeeld van. Waar ook echt recreatie mee is genomen in een hele technische opgave eigenlijk. Mm-hmm. Nou, we weten in heel Nederland, en zeker in Noord-Holland, dat er behoefte is aan nieuwe natuurverbindingen, een bossenstrategie. Zou je daar dan een onderstation aan toe kunnen voegen?
bijvoorbeeld als een stepping stone, hè, wat we links zien daarnaast, waar door de beplanting die eromheen komt eigenlijk ook ruimtes voor soorten, die soorten, plantsoorten die ook in het natuurgebied voorkomen, of als een soort buffer tussen stad of tussen intensieve landbouw en natuur, om dat te beschermen. Misschien ook wel juist in het bos. Sommige bossen zijn heel schraal, veel dezelfde soorten. En dan is de mantel, dus eigenlijk de overgang van grasland naar struiken, naar bomen, is eigenlijk het interessantst voor de ecologie. En dat zou zo'n onderstation daarin kunnen doen. Maar dan ga ik even een hele gemene vraag stellen. Waar kan je nog in Noord-Holland dit soort bossen kwijt? Nou, dan moet ik eigenlijk naar deze doorklikken. Dat is een hele goede vraag. We zijn in heel Nederland eigenlijk aan het nadenken over dit soort nieuwe ontwikkelingen. Ja. En dat is bijvoorbeeld de verbindingen langs de duinen. Maar we zien het ook in natte natuurgebieden en in het veenweidegebied. Dus daar is echt wel, daar zijn we mee bezig. Ja. En nogmaals, dat zijn eigenlijk hele grote ontwikkelingen. Meerdere hectare, groter dan de vraag van alleen een onderstation. Mm-hmm. Ja, helder. Sorry, ik onderbrak je, Arjan. Nee, het sloot mooi aan, dus het was een fijne vraag, dankjewel. En dan het mooie plaatje wat we als ontwerpers maken. Eigenlijk dat recreatie en natuur en het netwerk van ecologie en biodiversiteit prima samen kan gaan met dat netwerk van elektriciteit, wat we ook door de hele provincie aan het aanleggen zijn. Voor die kleine schaal hebben we het eigenlijk op een andere manier gedaan. We weten dat de provincie een hele mooie leidraad heeft, cultuur, historie en landschap, waarin alle kwaliteiten van de verschillende landschappen in de provincie beschreven staan. Dat is soms de openheid of bepaalde doorzichten, bepaalde architectonische ensembles ook. En eigenlijk voor al die gebieden wordt getoetst hoe een nieuwe ontwikkeling daarin past. En je zou dat ook voor onderstations kunnen doen. En we hebben dat eigenlijk als verkenning voor West-Friesland gedaan. Van wat zou dat nou betekenen? We zien nu dat de locatiekeuze namelijk echt bepaald wordt door wat er onder de grond zit. Hè. Waar liggen de kabels? Dat zien we niet, maar die komen dan ineens. Worden ze heel zichtbaar. Als je het op basis van landschap zou doen, zou je misschien een andere ladder krijgen. Waarbij het begint met, nou, ik hoorde dat eerder al, de bestaande locaties. Of misschien zo'n transformatie waar ik het net over had. Dan de logische volgende stap is eigenlijk bedrijventerreinen of kassencomplexen. Daarna het woongebied. En pas dan kom je eigenlijk in de rand van van de stad of dorp uit, in de linten en in het open landschap. En nu zien we eigenlijk dat onderstations bijna natuurlijk terechtkomen in het open landschap, omdat daar ruimte beschikbaar is. Dus dat lijkt de makkelijke oplossing. Dat is de snelste oplossing, denk ik, hè? Dat zou kunnen zijn. Het probleem is dat je ook daar weerstand, een woord wat we vaker gebruiken, tegenkomt. Omdat ons landschap beschermd wordt. Ja. Dus bijvoorbeeld voor grote ontwikkelingen in het open gebied is er een adviescommissie ruimtelijke ontwikkeling. En dan moet je heel goed kunnen verantwoorden waarom dat eigenlijk de beste ontwikkeling is of de juiste plek daarvoor. En met zo'n ladder zou je eigenlijk dat proces kunnen versoepelen, omdat je dan al die stappen afgaat en ook heel duidelijk maakt per locatie dat dat inderdaad de enige of de beste plek is daarvoor. Nou, als ik daar de stapjes van laat zien. Iedereen die met ruimtelijke ordening bezig is voor nieuwe wijken, nieuwe bedrijventerreinen, weet dat er altijd wel ruimte in zit voor een onderstation. Dat zou eigenlijk moeten. Je houdt ook rekening met een nieuwe school of een nieuwe supermarkt als je een nieuwe wijk legt. Dus het zou logisch zijn om ook reserveringen te maken voor onze energie-infrastructuur. En dat geldt ook bij parken of zonneparken bijvoorbeeld. Ja. Nou, dan als je uit het stedelijk gebied gaat en in die rand terechtkomt, dan zien we daar vaak een soort diffuse zone. En de leidraad geeft die ook aan. Daar zijn de sportvelden, de volkstuinen bijvoorbeeld. Hè, voordat je echt in het platteland, het agrarisch gebied of het natuurgebied komt, zit er een soort overgang. En vaak zijn dat een soort kamers, landschappelijke kamers met groen eromheen. En ook in zo'n kamer zou een klein onderstation prima kunnen passen of er tegenaan, eigenlijk als uitbreiding daarvan. Tegen de voetbalvereniging. Bijvoorbeeld. Ja. En dan is zo'n boomreis eigenlijk een mooie achtergrond. Waardoor ik wil niet zeggen dat het onderstation onzichtbaar wordt, maar het valt in ieder geval een deel weg tegen wat er al is. Ja. Wordt er eigenlijk ook nagedacht over hoe kunnen we die onderstations er een beetje aantrekkelijk uit laten zien? Op een leuke manier, ik heb geen idee, maar... Ja, je ziet dat het vaak wordt dat landschappelijk gedaan, hè? Ja. Mooie bomen eromheen bijvoorbeeld. Ja, ja. Of met maar het kunst. Onderstation zelf, ik weet niet of daar... Nou, je ziet dat er dan bijvoorbeeld kunst wordt toegevoegd aan de hekwerken eromheen. Oh ja. Met de onderstation zelf is het in zekere zin technisch. Ja. Het moet allemaal kloppen. Er zijn hele hoge eisen voor veiligheid en gezondheid. Ja, maar je ziet dat er zijn echt wel
bijzonder mooie onderstations die ook gemaakt wordt. Ja. Maar dan moet daar wel een reden voor zijn, want dat, ja, dat kost ook wel geld. Ja, ja, ja. En zeker als we honderden projecten krijgen, dat uiteindelijk moeten altijd allemaal betaald worden. Ja. Ja, er zit ook bij dat de netbeheerders het liefst gestandardiseerd bouwen. Ja. Niet alleen om, om sneller te zijn of om ons eigen zin te krijgen. Maar juist ook om het probleem wat we net in de eerste helft aansneden, van de maakbaarheid aan mensen. Engineeringcapaciteit, materialen. Ja. Om al die problemen zo min mogelijk groot te maken, willen wij standaard bouwen. Ja. En dat betekent ook dat we die onderstations er min of meer hetzelfde uit moeten laten zien. Ja. Van de binnenkant tot aan het binnenspouwblad zijn ze wat ons betreft helemaal standaard. En het schilletje wat er omheen zit, dat is wat meer bespreekbaar met de omgeving. En daar zullen we ook afspraken met elkaar over moeten maken, met provincie, gemeente en netbeheerders. In hoeverre we daarin gaan, wat de impact daarvan is uiteindelijk op de haalbaarheid en de financierbaarheid. Ja, dat is ook wel iets wat we eigenlijk tegen zijn gekomen in het onderzoek. Is dat als je goed nadenkt over hoe het landschap er nu uitziet, dan maakt het niet zo heel veel uit hoe dat onderstation eruit komt te zien. Omdat dat landschap eigenlijk op sommige plekken best wel veel toelaat. Mm-hmm. Dus dan zou je prima met die modulaire stations, met die standaardisering kunnen werken als het landschap dat toelaat. Ja. Het volgende voorbeeld bijvoorbeeld in de bebouwingslint. Hè, daar zien we kassen, boerderijen. Daar zijn best plekken waar zo'n onderstation prima in past, zonder dat je dat helemaal hoeft weg te stoppen of daar een heel bijzonder ding van te maken. Bijvoorbeeld achter de kassen, aan het lint of als een soort boomgaard. Het landschap wordt daar best wel mooier van op sommige plekken zelfs. Mm-hmm. Hopen wij natuurlijk, hè, als ontwerpers. Ja, ja. En nou ja, jouw vraag net met zo'n bomenrij. Als laatste stap op de ladder zien we in het open landschap eigenlijk ook plekken waar je dat, waar je al soort bossages hebt. Waar je dan zo'n onderstation eigenlijk bijna tegenaan kan plakken. En op deze manier kan je eigenlijk heel duidelijk maken hoe je tot die locatie gekomen bent. Hè? Los van de nettechniek. Het moet het wel toelaten en er moet ruimte beschikbaar zijn. Ja. Maar je kan in ieder geval heel helder het proces uitleggen. Ja. En daardoor wordt de weerstand ook minder. Dat hopen we. Dat hoop je. Dat hopen we. En ook dit is in zekere zin een standaardisering van het proces. Je kan dit voor die verschillende landschapstypes of ensembles eigenlijk doen. En dat zal in de Middenmeer zal het anders zijn dan voor West-Friesland bijvoorbeeld. Maar dan hoef je niet elke keer met elk onderstation te bedenken, wat gaan we hier dan weer doen? Mm-hmm. Moet er een bomenrij omheen of moet er een hekwerk of moet het architectuur zijn? Ja. Nee, je kan eigenlijk al vanaf het begin het stappenplan volgen en dan zien wat eruit komt. Dus dat zou al een advies zijn. Hè? Dus we zijn het onderzoek aan het afronden, maar er zitten al wel wat eerste inzichten in. En dit is een hele belangrijke. Van, kan je dat afpellen van die locatiekeuze standaardiseren en zorgen dat het gesprek ook duidelijk wordt? Mm-hmm. Kan je reserveringen maken in het landschap? Niet voor de grootste urgentie, maar meer voor de onderstations die er ook gaan komen over 5 of 10 jaar. Waar zitten nou de grote ontwikkelingen in het landschap? Ja. En past daar misschien een onderstation bij? Op zo'n manier dat je die weerstand al eigenlijk door de andere ontwikkeling laat wegnemen. Dat je niet elke keer als onderstation aan het duwen bent om iets mogelijk te maken. Maar dat je daar achteraan komt. Dat je daar achteraan gaat. Ja. En soms zitten daar hele tegenstrijdige of tegenintuïtieve dingen in. Bijvoorbeeld een combinatie van hoogwaterberging met een onderstation. Hè? Stroom en water, dat doe je liever niet. Nee. Maar mensen van Tennet. Nou, dat doe je één keer en dan nooit weer. Dan ben je misschien dat zwarte hoopje waar je het over had. Ja. Tennet doet dat bijvoorbeeld al. Houdt daar rekening mee dat een onderstation robuust en veilig moet zijn, ook bij hoogwater. Ja. Dus dat kunnen zij prima oplossen in hun ontwerp en in hun techniek. En heb je ineens een ruimte waar het heel logisch is dat een onderstation komt. Frans, die Gerjan had het. Je bent. Ja. Complimenten trouwens hoe je dat deed met die klikker, want dat ging super soepel. Frans, de ladder waar Gerjan het over had. Hoe is die ladder anders dan de huidige werkwijze? En is dit in te passen in het proces van Liander? Ja, wat wij doen is, als we een behoefte hebben aan een nieuw station, is die vaak aan een gebied gekoppeld, het zoekgebied wat we noemen. En binnen dat zoekgebied gaan we op zoek naar locaties die geschikt zijn. En zo'n ruimtelijke afweging die Gerjan schetst met zo'n ladder kan prima binnen zo'n zoekgebied worden gevolgd om sneller tot een gedragen en acceptabele locatie te komen. Dus in die zin is het prima bruikbaar binnen die zoekgebieden. En je start daarmee ook het gesprek tussen de ruimtelijke ordening mensen, de techniek mensen, de mensen die gaan over economische ontwikkelingen, ook in een veel vroeger stadium. En ik denk dat dat ook meerwaarde heeft uiteindelijk voor het draagvlak.
Zodat we op tijd de discussie voeren van hey, waar moet het station nou komen. Lopen jullie tegen veel bezwaren op als er een onderstation ergens wordt geplaatst? Dat is wisselend. Het varieert met de direct betrokkenen. Iemand die daarop uit gaat kijken en in zijn achtertuin een onderstation krijgt, is daar zelden blij mee. Nou ja, en daar even helder over. Snap ik, maar het duurt ook vrij lang voordat het aangelegd is. Dus je hebt wel even een bouwput voor je deur, of zeg ik nou iets heel geks? Dat klopt. Ook de bouwperiode geeft overlast. En het landschap nadat er een station is geplaatst, is anders dan het landschap daarvoor. Ja. En je ziet dat op het moment dat daarover gesproken wordt en mensen doorleven dat, ze kunnen meedenken over bepaalde aspecten erin, of ze worden goed meegenomen in de uitleg daarvan, dat die weerstand afneemt. En dat is ook wat Gerjan wel onderstreept in zijn verhaal. Ja. Dat zien wij ook. Ja. Camilla, we zagen net de small, medium, large en extra large. Wat vraagt de werkwijze van die verschillende maten van de provincie? En hoe kunnen de gemeenten hiermee omgaan? Ja, nou, laten wij beginnen door te zeggen dat we erg blij zijn met het onderzoek van Gerjan en Urban Synergy. Omdat wij, zoals in de vorige sessie deel is gezegd, ja, dit is nieuw ook voor ons. Mm-hmm. Jullie lagen een aantal stations per jaar en nu komen ineens een heleboel werk. Dus de provincie was daarvoor niet erg betrokken, zo betrokken bij het aanleg van stations. Wat wij nu zien is inderdaad met L-large en extra large stations kunnen wij niet erg koppelen aan andere ophalen dat wij in de provincie hebben. Want dit is iets meer langere termijn. We moeten ook binnen de provincie denken over klimaatadaptatie, waterwerking voor pieken. Al dat soort dingen zouden wij niet dat gezamenlijk. Het zit ook in de principes van de provincie om integraal te werken. Dus laten wij rondom energieinfrastructuur proberen meer integraal te gaan werken met andere collega's. En voor de andere stations. De small en de medium, sowieso ook. Probeer integraal met andere opgaven. En daar zien wij dat je hebt twee lijnen. Met stations die nu voor de verre toekomst. Nou, kunnen wij op één manier proberen dat het alvast ruimte reserveerd wordt. Bij nieuwe ontwikkelingen, bij nieuwe bedrijventerreinen. Dat je weet, oké, wij hebben een bepaalde ruimte nodig. Als de energievraag zo hoog zou zijn in een nieuw bedrijfsterrein bijvoorbeeld. Gaan we alvast reserveren, ruimte. Ja, misschien weten wij nog niet of elektriciteit is. In de toekomst kan misschien een batterij zijn. Maar dat je alvast wel dat weet. Want nu is het. Nu werkt het altijd een beetje volgend. Ja precies. De energieinfra komt achterna. Moeten wij ook een stekker hebben? Ja. Maar dat doen wij niet meer met bijvoorbeeld mobiliteit. Je gaat niet ergens een bedrijfterrein aanleggen en wachten totdat de weg komt. Vanaf het begin van het planningsproces neem je dat mee. Ja. En dat moet ook gebeuren eigenlijk met energieinfrastructuur. Dus dat is één. En voor de tweede is, dan vinden wij bijvoorbeeld zo'n lader. Dat willen wij als provincie proberen om dat in handvatten te vertalen. Op iets dat wij als soort iets meer systematisch voor gemeenten zou kunnen gebruikt kunnen worden. Van gaan wij door de lader heen. En dan hebben wij veel makkelijker, kunnen wij iets zeggen. Wij zien het. Vaak jullie komen met een aantal voorstellen voor locaties, dus niet met één. Dus kunnen wij daar alvast een soort selectie maken van welke zijn kansrijk, want die zijn beter in te passen in het landschap. Ja. Met ook het idee vanaf het begin van de eerste deel van de sessie om te versnellen. Mm-hmm. Het idee dat als wij bepaalde procedure volgen, dan hebben we achterna gaat het sneller en minder weerstand. Minder weerstand. Melissa, zijn er vragen vanuit de chat? Niet zoveel, er is er eentje. Dan had je gewoon een heel goed verhaal. Dan is het gewoon een heel helder verhaal. Er is eentje en dat is de ARO akkoord met deze aanpak. De ARO? De ARO. Ja, de ARO is de adviescommissie ruimteordening. Ja? Ontwikkeling. En dat blij dat ik niet de enige ben die niet weet. Wij zijn vol met afkortingen. Hè? Ja, jullie zitten vol met afkortingen. Maar de ARO is een onafhankelijke commissie. Dus het wordt volgens mij gefaciliteerd door de provincie. Dus een collega maar is de secretaris. Maar we hebben verschillende leden, die landschapsarchitecten, cultuurhistorisch. En vaak moeten de plannen langs de ARO voor advies rondom de inpassing. Dus vooral als het gaat om beschermd provinciaal landschap, dan is er een adviesplicht vanuit de gemeentes richting die ARO.
om te bepalen of wat we daar ontwerpen voldoet aan de richtlijnen. En daar wordt ook goed gekeken naar de leidraad die Gerjan net inziet. Ja. Welke soorten landschappen, wat zijn de eigenschappen van de verschillende landschappen en hoe behouden wij dat? Dus over de ARO is wel de Gerjan en Laura van Urban Synergy hebben 2 weken geleden een presentatie gegeven van hun eerste vindingen van onderzoek. En zij waren erg blij, omdat het is een soort gezamenlijke aanpak. Hmm. Het is iets om proberen richtlijnen te geven. En ook een van hun advies was ook, kom misschien ook eerder bij de ARO. Als je een aantal locaties hebt opgezocht. En niet aan het einde met ontwerpen en alles klaar en de tekening. En dan pas. Is die mooi of niet? Ja, helder. We gaan, want we hebben voor de pauze hebben we al een spoor bewandeld. We gaan met jou, Camilla, het tweede spoor bewandelen. En dat gaat over pilot programmeren, heb ik me laten vertellen. Mm-hmm. Nou, dat heb ik hem niet laten vertellen, dat staat hier. Mm-hmm. Volgens mij is er ondertussen schuift Jos Schellevis aan namens de gemeente Schagen. Dat gebeurt allemaal buiten beeld. Het is eigenlijk ontzettend professioneel, hè? Als we nu uitzoomen, kijk, nou, er zit in één keer Jos Schellevis uit Schagen aan de tafel. Maar voordat we met jou gaan praten, Jos, Camilla. Ja, nou, ik ga snel een beetje vertellen. Sorry, zouden jullie wat dichter bij de microfoon kunnen gaan zitten? Oké, sorry. Nou, snel een beetje vertellen Wat is programmeren? Wat is regionaal programmeren? Dat klinkt erg ingewikkeld. En dat is het tweede spoor van de taskforce. In het algemene context gaat het om iets verder perspectief dan de huidige problematiek in de net. Dus iets misschien over 17 jaar en verderop. Wij weten dat straks met veel meer duurzame bronnen, zon en wind, wij niet de hele tijd energie hebben overal. Dus wij moeten omgaan met waar gaan wij dat energie opslaan als het de zon ontzettend veel schijnt in het midden van de zomer. En gebruiken op de momenten dat wij niet hebben. Dat vraagt eigenlijk een nieuw systeem voor de provincie, voor het land. Ja. En dat denken een heleboel mensen nu na, maar het is erg ingewikkeld. En hoe beginnen wij? Die zitten nu na te denken. Terwijl wij dit aan het doen zijn, zitten die mensen keihard. Een heleboel mensen, slimme mensen. Ja. Nee, maar hoe begin je aan zoiets? Nou, dit is ook één manier om te beginnen, is... Wij werken nu best wel sectoraal. Mm. Dus de industrie gaat verduurzamen en heeft bepaalde behoeften aan elektriciteit, de mobiliteit, de laadconcessies voor de bussen worden zero-emissie. Die hebben ook laadplekken nodig, wind, zon, alles. Maar alles komt uiteindelijk in dezelfde net van Liander of Tennet. Maar de vraag wordt nu sectoraal gezegd. Oké. Hebben wij dit nodig voor de mobiliteit? En wat wij eigenlijk moeten doen, is alles samen, integraal gaan kijken. Integraal vanaf de ruimte. Wat komt allemaal qua vraag aan energie of aanbod, nieuwe windparken en zonneparken, waar? En hoe verhoudt zich dat tot het systeem? Mm-hmm. En kunnen wij daar ook slimme keuze maken? Want of de keuze dat je maakt ook in de ruimte, hebben invloed op het energiesysteem. Dus dat gaat programmeren over keuzes. Keuzes in wat gaat eerst, maar waar gaat waar misschien. En wat misschien is het slimmer om te combineren met wat of met wat niet. En dit doen wij niet alleen. Op de landelijke schaal is er een werkgroep integraal programmeren. Waar het Rijk... Ja, de WIP. Ook een afkorting. Ja, een hele bijzondere. Ja, de WIP. Wij zijn erg goed in afkortingen. Daar zitten het Rijk, de provincies met de IPO, de gemeenten, TNO en het Beheer Nederland en de waterschappen. Dus het is een grote club. En om te bedenken, hoe doen wij dat regionaal programmeren? Hoe nemen wij bepaalde regie over wat waar komt? En in het kader van de WIP, dan hebben wij 3 pilots. En Noord-Holland is een van de pilot. En wij hebben gekozen om de pilot in Noord-Holland-Noord te doen. En daar hebben we ook discussie over waarom Noord-Holland-Noord en niet misschien een kleinere regio. Maar op deze schaal geeft ons misschien voldoende afstand van hele kleine details die wij niet gaan programmeren. En het laat ons ook de grote opgaven, zoals bijvoorbeeld waterstof, die misschien in de Helder zal komen. Dus meer de grotere ontwikkelingen ook meenemen. Ja. Dus dit is de pilot die wij doen.
doen wij samen. Dus in de eerste fase, fase nul voorbereiden, zaten wij vaak aan tafel met Liander om te bedenken, oké, hoe zit dat? Wat is programmering? Wat gaan jullie doen? Wat zijn de stappen? En wat wij hebben gedaan is de stappen van de WIP een beetje vertalen naar hoe zien wij het, dat wij dit kunnen doen. En nu dan volgen wij een traject samen met gemeenten, Liander, Tennet, GasUnie en de provincie. Omdat iedereen iets daar ook te zeggen heeft. De eerste, en dan hebben we een aantal stappen die eigenlijk circulair gaan. Want elke 2 jaar veranderen van alles. De rails worden elke 2 jaar herzien. Ja. De investeringsplannen van de netbeheerder. Dus wij proberen in die cyclus ook te volgen. De eerste stap is krijgen van inzicht. Dus wat komt allemaal in de qua vraag en aanbod van energie. En wat van invloed heeft dat in het systeem. En daarna willen wij gaan kijken, oké, wat is het? Wat zijn de grote regionale ophaven en wat kunnen wij programmeren? En wat is niet programmeerbaar? Dus die laten wij in iets misschien omdat je al ver in de procedure zit of technisch niet kan. Dat laten wij apart. En dan gaan wij kijken, ja, wat is een energievisie? En kunnen wij bepaalde spelregels formuleren voor dat kiezen of voor dat prioriteren of voor dat programmeren? Ontwerpen bepaalde ontwikkelpaden. En hoe kunnen wij kiezen? Dat is ook een belangrijk onderdeel. En hoe borgen wij de keuzes? Ja. Dus op in de investeringsplannen van de netbeheerders, in onze omgevingsinstrumentarium van de provincie. En dan gaan wij nog een keer herzien. Waar staan wij nu? Dus Royal Gas Koning DHV doet voor ons het proces van deze pilot. Royal Haskoning DHV. Ja, sorry, niet om jou verlegen. Royal Haskoning, ja. Okay, ja. Zij begeleiden ons in het proces. Ja, ja. Omdat het een pilot is, het is iets dat erg snel moet gebeuren. Dus tot september zijn wij klaar met de eerste ronde testen, pilot. Ja, ja. Tot de stap 4, dus dat borgen gaan wij het nog niet doen. Hebben jullie ook even tussendoor contact met die andere pilots in West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen? Ja, wij hadden toevallig een presentatie een paar weken geleden, maar wij zijn de eerste. Wij lopen iets voor de anderen. Ja, zo doen we dat in Noord-Holland. Wij geven lezen en het werkt een beetje zo, maar het idee is wel dat de parallel een beetje lopen. Ja. Okay. Dus aan het eind van september, wat wij verwachten, is bepaalde lessen dat wij kunnen delen. Willen wij borgen of actualisatie van de EP's, van de rest, van onze omgevingsinstrumentarium. Dit kennis delen met de andere provincies en met het Rijk. Ja. Kijken hoe wij dit ook misschien in Noord-Holland-Zuid gaan doen. Wat hebben wij geleerd? Is het te doen of niet? Wij weten het niet. Mm-hmm. En ook afstemmen met het Rijk. Want het Rijk bedenkt ook op nationale schaal wat is de infrastructuur die nodig is. Dus hoe dat input vanaf hier moet ook in het Rijk ergens vertalen in de hoofdinfrastructuur landelijk. Ja. Dus dat is ongeveer wat de programmering is. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Nou, misschien wel. Misschien zijn er vragen. Ik heb in ieder geval vast een vraag voor Frans. Welke inzichten had Liander tot nu toe uit die pilot? Zijn er eigenlijk nieuwe inzichten? Nou, om het heel eerlijk te zeggen, we halen heel veel bestaande inzichten die we al hadden, krijgen we bevestigd. Dus dat is een goed teken dat we inderdaad de signalen uit de markt al ontvingen. Maar juist door het in gesprek gaan met partijen, kom je ook tot nieuwe ontwikkelingen die we nog niet zagen. Mm-hmm. Een voorbeeld wat ik hoorde is de elektrificatie van de veerboot naar Texel. Die gaat een aansluiting vragen van een heleboel megawatts. Daar was nog geen rekening mee gehouden. En die zat nou wel als lange termijn ontwikkeling op de kaart. Mm-hmm. Om in de scenario's wel rekening mee te houden. Ja. En ik wil ook even benadrukken dat deze werkwijze, dat is echt wel een kanteling in het denken wat we hebben gedaan. Het zit niet alleen in onze inzichten die we misschien bevestigd zien. Maar de rest van de partijen die hier genoemd werden, die waren eerst veel minder aangehaakt, veel minder betrokken. Mm-hmm. En we zitten nu echt samen in die pilots om die energieplannen voor de toekomst, of de plannen voor de energiesystemen van de toekomst, te smeden. Ja. En dat is wezenlijk anders dan wat we deden. Jos Gelf is aangesloten namens de gemeente Schagen. Ja. Ja. Wat is de rol van gemeente in deze pilot?
Nou, ja, wij doen mee. Kijk, voor programmeren is voor een gemeente eigenlijk ook niet vreemd. Wij kijken ook vooruit. Wat willen wij? Wij beheren ook infrastructuur. We hebben wegen, we hebben riolering. En dit is ook infrastructuur. Waar we nu keihard tegenaan lopen, is dat de infrastructuur op het elektriciteitsnet achterloopt. Ja. Ja, wij hebben alle belang om daaraan mee te werken, om te zorgen dat dat bijgetrokken wordt. Ja. Dus wij moeten gewoon meedoen. Ja, ja. Is dat ook een advies aan andere gemeenten? Ja, dat is zeker een advies. En wat je ziet, is dat de behoefte van die ander is om veel verder vooruit te kijken. Mm-hmm. Als je puur op ruimtelijkeplannen.nl kijkt, dan kijk je niet echt ver genoeg vooruit. Je merkt dat die ander echt veel verder vooruit moet kijken. Die moet echt 10, misschien wel 15 jaar vooruit kijken. Zeker als het om de hoofdinfrastructuur gaat. Dus wij zullen met veel meer informatie moeten komen. En dat is nog best wel ingewikkeld, want naarmate je verder vooruit kijkt, dan treedt er ook meer onzekerheid op. Ja. Maar daar zullen we wel mee moeten dealen. Dus we zullen daar toch inderdaad ook met de netbeheerder over in gesprek moeten. Zodat zij ook daar rekening mee kunnen houden. Is dat zo? Wordt er genoeg met jullie gesproken daarover? Nou, met de kennis van nu kun je stellen dat het over de afgelopen tijd onvoldoende is gebleken. Anders hadden we niet in de energiecrisis gezeten als waar we nu in zitten. Nee. Het ligt niet alleen maar aan het niet voldoende praten met elkaar overigens. Er zijn ook wel echt wel wat dingen in de wereld aan de hand waardoor dit wordt veroorzaakt. Kan je een voorbeeld geven? Nou, de elektrificatie bijvoorbeeld door de oorlog in de Oekraïne. Ja. Die neemt weer een vlucht. Mensen stappen af van het gas naar hybride warmtepompen. Ja. Merken jullie dat impact. Meteen eigenlijk? In het aantal vragen merk je dat direct. Ja. Uiteindelijk in de vraag naar elektriciteit ook. Ja. Ja. Dus die neemt nog een verdere toevlucht. Elektrisch vervoer is een belangrijke bijdrage daarin. Dat versnelt ook, dus dat betekent dat we ons net nog sneller moeten uitbreiden. Om te zorgen dat die energievoorziening op orde is. Ja, helder. Melissa, zijn er nog vragen vanuit de chat? Nee, eigenlijk moet je dan zeggen ja en dan komt er iets. Camille, wat verwacht de provincie eigenlijk van dit traject? Nou, wij verwachten dat wij veel meer inzicht kunnen krijgen om alle ontwikkeling integraal. En wat betekent dat voor het energiesysteem? En kunnen wij dat gezamenlijk plannen? Kijk, een aantal keuzes die wij ruimtelijk maken, hebben invloed op het energiesysteem. En ja. Dat normaal weten wij dat niet. Maar omdat wij nu aan tafel zitten en gezamenlijk kunnen kijken, op bijna modelleren van oké, als wij iets hier doen, wat betekent dat? En kunnen wij weten misschien een aantal dingen combineren? Of nou, wij weten allemaal dat zon en wind is combineren beter van het systeem dat als je alleen zon hier hebt en wind daar. Dus dat soort slimme oplossingen kunnen wij implementeren en hoe. Ja. Dus het feit dat wij dit samen doen, dat is al, dat brengt een heleboel inzichten van wat is dat ruimtelijke, wat betekent dat voor het energiesysteem en hoe kunnen wij ook slim mee omgaan. Want de ruimte in de provincie is ook schaarste. Dus wij willen ook niet allemaal vol laden met transformatorstations en nieuwe kabels. Dus wij moeten ook slim met de ruimtekeuzes omgaan. Ja. Is het eigenlijk al eerder gedaan, het programmeren of niet? Of is het iets... En niet voor het energiesysteem. Nee. Ik denk dat wij het programma, wat Joost zei, voor andere mobiliteit. Ja, je legt niks aan voordat je het weet hoe zit het met de accessibiliteit voor een nieuw woonwijk enzovoort. Dus dat doe je al. Ja, dat is wat Ruben net voor de pauze ook zei. Je legt geen snelweg aan. Nee, je legt geen aanvoerweg. Nee. Goed, prima. Ruben weet precies. De Romeinen deden het al, hè? Dus daar moeten we niet moeilijk over doen. Het is niets nieuws, ja. Maar we moeten het gewoon beter doen. Ja. Maar wat nieuw is met het energie. Ja. Ik heb het energiesysteem is altijd gaan volgen. Van oké, hier moet het iets. Oké, daar komen wij naartoe. Mm-hmm. En nu moet het wel andersom. Het moeten wij er samen. Dus dat is wel nieuw, dat wij vroeg samen aan tafel zitten. Ja. Camille Pinzon, ik wil jou bedanken voor je verhaal. Jouw plaats zal weer worden ingenomen door Wies Thesing. Die schuift weer aan. Wies gaat nog wat vertellen over het zogenaamde derde spoor. Ik heb hier staan SES. Ja, nog een afkorting. Nog een afkorting. Ja. Hartstikke goed. Waarvoor staat de afkorting SES? Oh, slimme energie? Nee. Ja, dat is in het Engels. Smart Energy Systems. Waarom is het allemaal in het Engels? Of slimme energiesystemen. Mag ook. Ja. Ja.
taskforce, is dat, ja, wat zou daar voor Nederlands woord voor zijn? Ja. Een werkgroep? Klinkt ook meteen zo ontzettend ambtelijk, hè? Ja. Werkgroep, ja, taskforce. Nou, prima. Ja. Ga je gang, ja. Ja, werkspoor 3. Ja, dat is nog werkspoor 3. Toetje. Ja. Daar zitten we op. Slimme energieoplossingen. Ik krijg vaak de vraag, wat is dat nou eigenlijk? Wij zien dit vooral als slimme oplossingen bij netcongestie. Dus daar waar geen... die rode vlek op de kaart, zeg maar, ja. Die ik in het begin niet zin. Soms wil je daar toch een bedrijventerrein ontwikkelen... of een buslaadstation mogelijk maken. En misschien kan je dat dan toch nog doen met slimme oplossingen... door efficiënter gebruik te maken voor het net, van het net. Of misschien door batterijen of door misschien... zonne-energie te koppelen aan het oplaadstation van de bus. Hè? Dus daar gaat het vooral om. En het is goed om te beseffen dat dat niet alleen tijdelijke oplossingen zijn... om nu even de netcongestie te overbruggen, zeg maar. Maar het is altijd slim om te doen. Omdat het altijd gaat over efficiënter benutten van je energiesysteem. Ja. Dus ik denk ook dat er in de toekomst veel meer van dit soort lokale slimme oplossingen zijn. En dat dat een soort netwerk wordt wat een belangrijk onderdeel is van het energiesysteem van de toekomst. Het gaat gewoon veranderen. We hebben niet meer de centrale energiecentrales en alles gaat via grotere, steeds kleiner wordende kabels naar het achterland. Zeg maar. Ja. Nou, je ziet hier wat plaatjes van wat is dat dan, slimme netoplossing. Er zijn maar een heleboel te bedenken. Ik heb een filmpje daarover van een slimme oplossing in... Op het businesspark Schiphol Tradepark krijgen alle bedrijven een aansluiting op het elektriciteitsnet. Helaas krijgt niet iedereen meteen de gewenste elektriciteit. Als bedrijven met elektriciteit alle stroom gebruiken waarvoor ze een reservering hebben, is het onderstation volledig bezet. Nieuwe en uitbreidingsvragen moeten jaren wachten op uitbreiding van het elektriciteitsnet om stroom te krijgen. Want de netbeheerder kan hier en in steeds meer delen van Nederland niet voldoen aan de toenemende elektriciteitsvraag. Dit heet netcongestie. Bedrijven zetten nooit precies allemaal tegelijk al hun elektrische installaties aan. Ook hebben ze met het oog op eventuele toekomstige uitbreidingen een reservering voor meer stroom dan dat ze daadwerkelijk gebruiken. En omdat bedrijven ook zonnepanelen hebben, is hun stroomvraag een stuk lager. Er is daarmee nog vaak vrije ruimte op het net. Omdat centrale sturing ontbreekt, is deze vrije ruimte niet beschikbaar en bedenkt iedereen afzonderlijk een eigen oplossing. Als je niet oppast, ontstaat er een wildgroei aan gasgeneratoren met de daarbij behorende uitstoot. Dit is onwenselijk. SADC zag dat dit slimmer, goedkoper en duurzamer kon. Door op een innovatieve manier partijen te verbinden en te laten samenwerken. Samen met partners startte SADC een innovatief project voor het afstemmen van vraag en aanbod. Zodat alle bedrijven die nog geen stroomcapaciteit konden contracteren, de vrije ruimte in het elektriciteitsnet wel kunnen gebruiken. Bij alle bedrijven meten we real-time hoeveel elektriciteit ze vragen. Deze informatie verzamelen en analyseren we in de control room. Alleen wanneer de totale energievraag te hoog wordt, wordt bij één of meerdere bedrijven de accu met opgeslagen duurzame energie ingezet. Of, als het echt niet anders kan, de gasgenerator. Zo komt de totale elektriciteitsvraag niet boven het niveau dat het elektriciteitsstation aan kan en is de betrouwbaarheid van het net gewaarborgd. Op deze manier krijgen alle bedrijven toch de elektriciteit die ze nodig hebben, bespaart iedereen geld en vermijden we onnodige uitstoot van CO2. Met deze oplossing geven we elkaar positieve energie. Ja. Ja. Dat was een voorbeeld, ja, die kwam even heel plotseling ingevlogen. Als een bus van links kwam in één keer het filmpje van de SADC voorbij. Ja. Nou, dit is eigenlijk een voorbeeld van zo'n slimme netoplossing die ik net aangaf. Ja. Er is heel veel kennis wordt er nu ontwikkeld. Er worden verschillende mogelijkheden gezocht. De netcodes worden hier en daar aangepast. Hè. Dus het is een ontwikkeling, die slimme netoplossingen. We hebben in april een kennissessie daarover georganiseerd. Dus we gaan hier niet precies in over alle technische mogelijkheden die er zijn. Maar ik zou vooral willen verwijzen naar het filmpje van de kennissessie op 14 april. Ja. En de website van de Taskforce Energie Infrastructuur. Daar gaan we ook steeds meer informatie plaatsen over dit soort slimme oplossingen. Liander heeft een mooie brochure gemaakt van wat kun je nou doen bij transportschaarste, welke oplossingen zijn er, maar er zijn er misschien nog wel meer. Dus we proberen ook een beetje die kennis te delen. Iedereen moet ontdekken hoe het moet. Ja. Het is ook weer nieuw. Ja. En wat je ziet bij slimme netoplossingen, dat bijvoorbeeld bij SADC, alles past er wel precies
viel op zijn plek bij die mm-hmm. oplossing. Dit is niet iets wat je overal zomaar kan toepassen. Het is niet een blauwdruk wat overal inzetbaar is. Het is altijd maatwerk. Het zijn geen standaard oplossingen. Soms zit de schaarste in een kabel. Soms zit de schaarste in een station. Ik vertaal het even in makkelijk mijn taal. Dankjewel, dat is ook mijn taal. Dankjewel. Ja. De oplossingen zijn ook niet altijd hetzelfde. Nee. En je ziet ook bij SADC, je hebt heel veel partijen nodig. Je hebt commitment nodig van al die bedrijven. Best wel spannend als jij je capaciteit moet gaan geven aan de buurman. En daar moet je contracten over vastleggen. Wat gebeurt er als we ineens boven richting de maximale capaciteit komen? Wie zijn verantwoordelijkheid is dat? Moet je allemaal afspraken over maken met veel partijen. En het is dus een balans om daar een... Of de kunst om daar een balans in te maken. Je hebt ook geld nodig. Hoe zit dat dan met investeringen? Ik doe een investering in een accu, maar jij gebruikt hem af en toe. Hoe doen we dat dan samen? Ja. Nou, super ingewikkeld. En daarom heeft de taskforce een loket. Voor bedrijven of andere energiecoöperatie bijvoorbeeld, kan ik me ook voorstellen. Of de waterschappen en gemeenten. In gemeente Schagen zijn er ook voor initiatieven voor vergelijkbare oplossingen als in Schiphol. En wat dat loket wil zijn, is eigenlijk een soort hulplijn. Waardoor je initiatieven wat verder kan brengen. Er kan een concrete casus ingebracht worden. Daar wordt kennis over ontwikkeld. Die kennis wordt weer gedeeld, zoals tijdens de kennissessie bijvoorbeeld. Ja, ja. We kunnen kijken of we partijen kunnen verbinden aan elkaar. Heb jij een financierder nodig? En dan die heb ik in mijn netwerk. En de provincie is ook bezig met een subsidieregeling. Zodat partijen ook onderzoek kunnen doen naar technische ontwikkelingen, technische oplossingen. Maar ook investeringen worden subsidiabel in hardware en software. Het is wel zo dat je altijd het netbeheerder nodig hebt. Hè? Want je moet wel enigszins aan kunnen sluiten op het net. Je daar gebruik van maken. Dus Lianne zit ook in die werkgroep. Ja, ik heb het mailadres op de site gezet. Daar kunnen hulpvragen heen. En ook dit is learning by doing. Ja. Ja. Jos, hebben jullie wel eens contact gehad met de helpdesk? Vanuit Schagen? Ja, vast wel. Ik ga ervan uit dat gebeurd is. We hebben in ieder geval een goed contact met de taskforce. Ja. Dus wij werken nauw samen. Want wat zijn de ervaringen die jullie hebben in Schagen? De ervaring in Schagen inhoudelijk is dat wij al sinds 2018 met een bedrijventreintje bezig zijn om te kijken of voor oplossingen, eerst ingestoken vanuit verduurzaming. Maar het was ook wel een gebied wat al vrij snel op slot ging. Dus dat is uitgebreid. En we zijn daar nog steeds mee bezig om te proberen daar oplossingen voor te vinden. En dat is best wel weer barstig. We hebben goed contact met de taskforce. Maar dat wil niet zeggen dat we de oplossingen al hebben voor dat bedrijventerrein. Nee. Het is nu 2022. Dus waar zitten de uitdagingen als het gaat om het vinden van oplossingen? Nou, dat is op verschillende vlakken. Op de eerste plaats is het natuurlijk de samenwerking met de bedrijven. Dat is de basis. Als die er niet is, dan gebeurt er niet veel. Nee. En kan de gemeente daar een rol in spelen? Ja, zeker. Ja. Kunnen wij daar een rol in spelen om te zorgen dat die verbinding daar optreedt. En verder is het zo dat je ook de expertise moet gaan invliegen. En ook daar zie je dat die bedrijven daar vaak niet aan toekomen. Het ontbreekt ze ook vaak aan tijd. Hè. De afzonderlijke ondernemer heeft daar gewoon geen tijd voor om zich erin te verdiepen. Nee. Het is gewoon zijn business, ja. Ja, precies. Dus door daarin te helpen kunnen we dat gaan aanjagen. De technieken die zijn er over het algemeen wel, maar om ze te mogen toepassen, dat is ook nog wel een dingetje natuurlijk. Want waar zit de crux? Nou, op heel veel vlakken. Liander die mag voor de meter een aantal zaken niet regelen. Je, achter de meter mag je ook niet alles. Er zijn echt heel veel regels en zaken. Als bedrijven niet naast elkaar staan en toch willen samenwerken, dan zullen ze een kabel bij wijze van spreken door de grond van de gemeente heen moeten of door particuliere grond. Er zijn heel veel uitdagingen om het op te lossen. Ja. Maar technisch zijn er wel heel veel mogelijkheden. Mm-hmm. Ik kijk even naar jou. Geen vragen meer, Melissa? Is het helemaal stil? Stilgevallen op de chat? Nou ja, wat kan een gemeente doen om inderdaad deze oplossingen te stimuleren of te ondersteunen, is ook een vraag, denk ik. Ja, wat nemen jullie als gemeente ook de vlucht naar voren? Dus dat je al naar die bedrijven gaat voordat die bedrijven naar jullie komen met de vragen? In dit geval, bij deze casus, is het echt de bedrijvengroep die ons benaderd heeft.
Maar ook in het kader van de rest hebben we gezegd, ja, we moeten dat om gaan draaien. Wij zullen moeten zorgen, vooral op die bedrijventerreinen, daar liggen enorme kansen. Want als je opwek en verbruik en opslag met elkaar gaat combineren, ja, ik denk dat dat een hele goede manier is. En uiteindelijk, als je dat goed doet, ook minder het net gaat belasten. Want inderdaad, over netbelasten, netcongestie, misschien wordt het een te technisch verhaal. Dan moet je het zeggen, Frans, maar hoe zit het met de opslag? Want hoe gaat het daarmee op technisch niveau? Want ik heb al een paar keer batterijen gehoord en zo. Maar... Opslag in de vorm van batterijen is zeker een onderdeel van de oplossing in zo'n slim energiesysteem. Of die kan een onderdeel van die oplossing zijn. En dat zijn ook verkenningen die we absoluut moeten doen. Ja. Dat zijn vaak oplossingen die achter de meter worden geplaatst, hè, wat Jos net aangaf. Dus het valt onder de verantwoordelijkheid van de aangeslotenen of clusters van aangeslotenen. En wij als netbeheerder mogen daar op dit moment niet heel veel mee, of bijna niks mee. Mm-hmm. In de zin van dat het niet een instrument is dat wij mogen inzetten. Dus je zult ook daar weer moeten samenwerken met allerlei partijen in de markt om tot die oplossingen te komen. Ja. Maar technisch gezien is het een onmisbaar onderdeel van de meeste slimme energiesystemen. Houd heel even vast, want ik gooi heel even, en daarna gaan we hier nog even op door, ik gooi nog heel veel de Mentimeter erin. Want dan hebben de mensen, terwijl wij aan het praten zijn, de tijd om dat in te vullen. We hebben namelijk nog twee vragen voor u in de aanbieding. Namelijk, heb je de juiste informatie opgehaald vandaag? U kan een score geven tussen 0 en 10. En wat heb je eventueel nog nodig om goed geïnformeerd te worden? Dat is ook heel erg belangrijk, want dat kunnen wij dan weer meenemen naar volgende sessie. Ja. Dat kan weer met de Menti-code 6989393998 via menti.com. Wies, ik onderbrak jij net nogal. Ja, ik had een kleine toevoeging hoor, over die batterijen. Want kijk, Liander heeft daar eigenlijk geen rol in, hè? Want het is iets wat je op je eigen systeem als bedrijf of thuis misschien wel plaatst. Maar de overheid heeft daar eigenlijk ook geen rol in. Want het is raar als de gemeente een batterij aanschaft voor een bedrijventerrein. Ja. En dan zit je weer met staatssteun, denk ik. Nou goed. Dus het is heel erg zoeken. De technische oplossingen zijn er. Maar wie is daar dan van? En wie neemt de verantwoordelijkheid over? En wie mag dat ook? Ja. En je ziet ook, het werd eerder ook al gezegd, hè, bedrijf 1 heeft een overschot aan energie omdat het hele dak vol ligt. En bedrijf 2 die kan die energie wel gebruiken. Nou, dat is wat je eigenlijk zou willen stimuleren. En dat wordt toch, doordat op dit moment niemand zich verantwoordelijk voelt, wordt dat niet geregeld. En dat zou wel mooi zijn als we dat zouden kunnen bewerkstelligen. En wie zou die verantwoordelijkheid op zich moeten nemen dan? Zou er iets of iemand boven moeten hangen? Of hoe zie je dat voor je? Ja, ik denk dat we daar eerst nog wel over moeten gaan nadenken hoe we dat het beste vorm zouden kunnen geven. Maar ik denk dat dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Ja, je ziet bij SADC, dat is Schiphol Trade Park, het bedrijventerrein bij Schiphol. Waar we net een filmpje van... Zie je dat SADC, dus de bedrijvenvereniging, ik zeg het even niet goed, maar dat die daar een rol in pakt. Mm-hmm. Dus je ziet vaak als je een georganiseerde belangenvereniging hebt... Zoals zo'n bedrijfsvereniging of het havenbedrijf of noem maar wat op. Die kan misschien wel zo'n rol pakken. Ja. Maar dan moet het bijna wel echt wel groter. Want inderdaad, een ondernemer met een kleiner bedrijf, die heeft wel iets anders aan zijn hoofd dan. Die oplossingen voor verzinnen. Ja. Ik denk inderdaad dat het voor die hele kleine bedrijventerreinen dat veel lastiger ligt. Omdat gewoon die schaalgrootte niet hebben om dat van de grond te trekken. Ja. Terwijl het daar ook gewoon nodig is. Ja. Het is wel een andere schaal, maar de problematiek is bijna hetzelfde. Ja. Ja. Ik ga even kijken of er al iets van een Menti. Of dat überhaupt krijgen eigenlijk. Vooral de vraag, wat heb je nog nodig om goed geïnformeerd te worden? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar de antwoorden. Ik moet mij even omdraaien. Dat ziet er niet zo heel charmant uit. Kijk, dat is 7,4. Nou, dat is... daar was ik in 4 haven, was ik daar buitengewoon blij mee. wat heb je eventueel nodig om goed geïnformeerd te worden? Factsheet voor nieuwe wethouder. Ja. Heel goed. Als dit een start was, dan erna met de deelregio's in overleg. Af en toe sessie met goede voorbeelden. Hulp bij de uitvraag en prioritering. Ja, daar hebben we het inderdaad voor de pauze ook over gehad. Een duidelijk overzicht wat nog wel en wat niet kan binnen de regio. Wie kan de provincie daaraan een rol in spelen? Om een duidelijk overzicht te geven wat wel en wat niet kan binnen de regio. Ja, ik denk dat dat vooral in dat werkspoor 1 zit, een prioritering. Dat echt de deelregio's ingaan om dat gesprek te voeren over de netuitbreidingen en of iets wel of niet naar voren kan in jullie planning. Hè? Want daar heeft het ook mee te maken. Ja.
Factsheet voor nieuwe wethouder vind ik een hele goede. We proberen ook de website goed aan te vullen wat dat betreft. We werken ook aan infographics, dus nou, maak daar gebruik van. Die komen binnenkort. Is Melissa hard mee bezig. Ja. Als je niet hier zit om vragen... Ja. Gesprek in de deelregio's. Ja, we zijn ook bij de gemeentesecretaris geweest in Noord-Holland-Noord. Noord-Holland-Zuid is dat wat minder zo georganiseerd. Ja. Want we merken dat de inzet van gemeenten moet georganiseerd worden. En dat begint bij een bestuursopdracht. De bestuurder moet zeggen, ik vind dat mijn ambtenaren hier aan moeten gaan werken. Dus nou ja, mocht je daar hulp bij nodig hebben, laat het even weten. De contactgegevens komen zo in beeld. Ja. Ik zie daar nog wat meer uitleg over cablepooling en kansen. Ik weet dat we een kennissessie hebben gehad. Ja. Waar dat uitgebreid ter sprake is gekomen over cablepooling. Maar inderdaad, wat jij zei, Wies. Na afloop zullen alle mailadressen van de mensen die hier aan tafel hebben gezeten nog eventjes in beeld staan. Dan kunt u contact met ze zoeken. De sheets, had ik al gezegd, die worden u toegestuurd. Zijn er nog afrondende opmerkingen aan tafel voordat we het gesprek afsluiten? Kijk even rond, Jos. Nee. Nee, ik vind deze input ook heel waardevol. Ja, kunnen we mee zeker. Zeker, ja. Zeker. Ook zie ik alweer een afkorting staan. RO, hartstikke goed. Ruimtelijke ordening. Dankjewel. Goed, dan ga ik het afsluiten. Dankjewel Frans van Kuik namens Liander. Wies Teesing namens de provincie Noord-Holland. Dat schoof je aan Jos Schellevis namens de gemeente Schagen. Melissa van Gerwen, hoe vond je het? Leuk. Ben je tevreden? Ja, heel tevreden. Heb je nu nog wat aan de hand in de chat? Maar, heb je nu wel een vraag nog? Ik denk dat het oké is voor nu. Ja, oké. Okay. Nou ja, vragen die nog in de lucht blijven hangen, kunnen altijd nog worden gesteld. Ja, uiteraard. Via de diverse kanalen. Goed. Dan wil ik iedereen heel hartelijk danken voor het kijken. Ik wil u er ook nog even op wijzen. Ik had dat al eerder gezegd, dat we morgenavond om 8:00 ook een kennissessie hebben voor de nieuwe gemeenteraadsleden, maar ook voor de mensen die al wat lang in de raad zitten en nog een keertje opnieuw willen worden geïnformeerd. Deze uitzending is opgenomen en terug te kijken. Ik wil mijn gasten heel hartelijk danken. Ik wil u danken voor het kijken en tot een volgende keer.